Op het moment dat ze zeggen, ja, ik wil gewoon veel meer geld verdienen, ik wil die Lamborghini, ik wil dit, ik wil zo, ik wil zo. Ja, dan hoeven wij niet aan te kloppen, want dat is gewoon bullshit om jezelf beter voor te doen dan dat je bent. Ik had toevallig iemand laatst, ja, die ging echt keihard. Maar hij zegt, ik heb het totaal helemaal, mijn passie is totaal weg, ik heb er eigenlijk geen zin meer. Dan zeg ik, oké, okay, ik ga eens terug naar de kern, man, ik ga eens kijken, waar gaat het fout? En toen gebeurde iets heel raars. Ik reed door naar mijn vriendin. En we waren gewoon normaal gesprek aan het voeren. En in één keer voelde ik het weer. Ik dacht, wow, fuck, ik moet weer janken. Ik wil influencers laten zien dat je een leider kan zijn. Die andere mensen een voorbeeld laat zien. Ja. In plaats van, kijk mij, ik heb die Lamborghini gekocht. Kijk mij, hier komt een cursus en shit. Daar heb je niks aan. Mm-hmm. Je moet het gewoon leven. Want achter die shiny stuff zit altijd bullshit. Welkom bij de 62e aflevering van de Lotgenoot Podcast. De podcast voor ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Koen Stam. Ik ben coach, ondernemer en eigenaar van NeuroStudent. Naast mij zit Jaro, ondernemer, co-host van de Lotgenoot Podcast en ondernemer van de Good Cup. Yes, sir. Tegenover mij zit Rowan Wiegman. Hij is ex-militair, ondernemer, high-performance coach van de Pure Man. En waarin jij eigenlijk zorgt dat ondernemers 2 tot 7 keer groeien in hun business. Mm-hmm. Laat ik het zo omschrijven. Leuk dat je erbij bent vandaag. Ik heb er super veel zin in. Ik heb ook al een aantal dingen over je gelezen, gekeken. En ik merk al wel van, ik ben ook altijd een beetje zo'n productiviteitshacker. Dus ik vind het allemaal geweldig om te zien. En Jaro heeft ook een training bij jou gevolgd. Wat ook wel een beetje jaloers op was. Ja. Dus super mooi, man. Kan jij... heb jij tenminste een openingsvraag, of niet? Ik denk dat het mooiste is als Rowan even kort gewoon introduceert. Mm-hmm. In ieder geval als je zegt, jullie hebben nog dingen gemist. En dan, Eén ding wil ik sowieso wel toevoegen. Kijk, ik help mensen met 2 tot 7 keer een business te groeien. Ja. Maar eigenlijk ook op alle vlakken van het leven. Dus dat vind ik belangrijk om toe te voegen. Ja. Want in mijn ogen, op het moment dat je succesvol kan zijn in één ding, kun je succesvol zijn in alle dingen, ook tegelijkertijd. Maar moet je natuurlijk wel een beetje een systeempje voor jezelf creëren. Ja. Want als één ding wegvalt, wat ben je dan? Dan blijft er niks meer over. Dus voor de rest, even kijken. Nou ja, voor de rest was de introductie eigenlijk wel goed, man. Kijk, lekker. Je hebt je werk goed. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 26. Iedereen denkt altijd dat ik veel ouder ben, maar ik heb gewoon een oude rotte kop. Of omdat je gewoon zoveel bereikt al hebt. Supermooi. Ik schrik niet heel erg van 26, dat vind ik nog wel... Ja, ik weet niet. Op een gegeven moment stop ik ook altijd met tellen. Mensen kunnen zeggen 30. Dan denk ik, oké. Ik weet het ook nooit. Man. Nee, ik echt niet. Helemaal bij kids. Dat hoorde ik laatst iemand zeggen. Van, ik weet nooit hoe oud kinderen zijn. Ik heb dat echt... Ik kan een kind kijken en denk, die is 5. Nee, die is al 9. Geen idee. Ja, ik altijd met mijn neefs en nichtjes. Denk, hoe oud zijn ze? Ze zitten op basisschool, middelbaar. Ik zou het echt niet weten. Nee, dat is niet te doen. Ja, maakt ook niet uit. we hebben altijd wat soort van eerste wat leuke vragen is gewoon om algemeen een beetje een beeld te krijgen. Mm-hmm. En de eerste leuke vraag die ik wel vind om te stellen aan jou is, wat is je favoriete sociale platform? Ja, voor mij 100% Instagram. Ja, en waarom? Als ik echt kijk naar de afgelopen 2-3 jaar, ik ben een beetje begonnen als wannabe PT gast. Ik ging gewoon posten. Ik was eigenlijk altijd super onzeker over mezelf. Dus in 2 jaar tijd ben ik echt extreem veel gegroeid op dat vlak. En ik dacht, ik wil toch altijd mensen helpen. Fitness is mijn passie. Maar ik was nooit echt de allerbreedste van de gym. Dus ik dacht, dat is niks voor mij. Dat kan niet. Mm. Toch die stap genomen. En vanuit daar is het nu in één keer gekomen totdat ik hier nu ben. Ondertussen nog soort van fashion lifestyle influencer geweest. Ondertussen ondernemer. En waarom Instagram? Ja, ik ben heel erg esthetisch, visueel aangelegd. Dus dat vind ik sowieso wel tof. Ja. Ik heb er super veel vriendschappen en connecties aan overgehouden. En ik weet dat heel veel mensen Insta verwijderen. Omdat, het is ook wel een tijdverspiller. Ja. Ja. Maar op het moment dat je het goed gebruikt, in mijn ogen is het een van de beste tools die je kan hebben. Maar dan moet je natuurlijk wel goed gebruiken. Ja. En, Facebook vind ik gewoon heel erg cheap. Iedereen zit daar in zijn fucking pyjama live te gaan, weet je wel. Daar kan ik er slecht tegen. Ja. LinkedIn ben ik steeds aan het ontdekken. Ik ben al redelijk actief geweest, nu even een beetje wel op een lager pitje.
Maar dat was meer omdat LinkedIn voor mijn gevoel te zakelijk was. Iedereen doet zich heel zakelijk voor. Ja, maar ik hou meer te. Van. Ja, ja, ik hou meer gewoon van. Ik ben gewoon lekker jezelf. Kijk, mijn Instagram ziet er wel echt heel erg strak en heel erg high class uit. Maar dat is gewoon puur. Dat heb ik allemaal zelf gemaakt, omdat ik gewoon tof vind om te doen. Dat is gewoon een beetje een hobby, photoshoppen. Oh, oké, dat doe je helemaal zelf. Ja, alles zelf. Man. Ja, ja? Dat is, man. Ja, nice. Dankjewel, man. Dat is iets van, ik weet niet, ik heb er bijna altijd wel redelijk goed in geweest. Dus daarom het visuele vind ik Instagram ook gewoon nice. En als ik zie dat iemand zijn kwaliteit gewoon hoog is. Ik weet niet, mij trekt dat gewoon. Dus bijvoorbeeld als iemand met mij live gaat op Zoom, is ook altijd die camera gewoon een fucking scherm. Ik heb gewoon een spiegelreflexcamera als webcam. Oké, okay, nice. En het is helemaal niet om er beter voor te doen dan dat ik ben. Maar het is gewoon, ja, als ik dat zie bij iemand, dan ga ik veel sneller met diegene in zee dan als ik een fucking cheap-ass camera zie. En is het in zijn pyjama of weet ik veel wat te doen om zaken te doen en 10k of 20k coachingpakketten te verkopen of weet ik veel wat. Dus ja, vandaar Instagram, man. Dan ben ik blij dat je hier bent. Dan zou er iets goed genoeg uitgezien hebben als je straks komt. Ja, zeker. Nice. Heb je TikTok, ben je daar wel eens mee bezig of heb je dat helemaal nog niet? Af en toe als ik in die fucking scroll flow terecht kom, dan... daar is het echt gevaarlijk voor. TikTok, ja, man, het is wel grappig, want ik zag jullie, in één keer zag ik jullie best wel vaak voorbij komen. Ja. Dan moet ik ook maar een keer op TikTok gaan. Precies. Wij zijn een groot fan van TikTok. Ja, man. Alleen je moet wel nog volwassen worden. Ik denk bijvoorbeeld de business waar jij in zit, dat je daar wat vroeg nu bent om dat echt te doen. Maar ik denk tegelijk dat het ook al wel potentie heeft. Ja. Ik ben nu echt, naast de Lotgenoot podcast, ben ik nu over No Student. Ben ik daar begonnen met TikTok. Heb een paar weken aangepakt en het groeide wel aardig. Daarna kwamen weer andere prioriteiten waardoor het even is gestopt. Maar ik ben wel van plan om dat bijvoorbeeld ook serieus op te pakken. Ja, het verschil tussen TikTok en Instagram is echt wel huge om te groeien. Ja, 100%. En ja, ik heb er heel lang over, of heel vaak over na zitten denken. Je ziet heel erg als het over geld verdienen gaat, dan ga je sowieso al wat sneller viral. Ik was toevallig gewoon eens checken, ook bij jullie video's. Ja. Dan zie je gewoon als het om dropshipping gaat of zo, die video's gaan gewoon hard. Yep. Omdat mensen weten van, ik zit hier in een 9 tot 5, ik wil snel geld verdienen. Dat matcht gelijk, weet je wel. Onze zijn boos trouwens. Ook heel veel mensen. Ja, dat werkt. Eigenlijk bij TikTok heb je twee dingen. Je kan of mensen iets zeggen waar ze het heel erg mee eens zijn, maar dat is vaak nog moeilijker dan om iets te vinden waar ze totaal niet mee eens zijn. Want dan gaat iedereen boos doen en dat werkt ook. Gaat iedereen reageren. 3 ton views doordat mensen gewoon boos zijn. Ja, dat is ook, dat is ook perfect, man. Ja, man, elke vorm van heb je gewoon een knopje ingedrukt bij hun, Maar ja, dan weet je wel dat je in ieder geval polariseert, man. Ja. En wat ik heel dik vind bij TikTok, in ieder geval op mindset vlak, je hebt van die motiverende video's. Dan zou ik eerder zoiets gaan maken, maar ik ben er echt nog een beetje zoekende naar van hoe kan ik dat doen zonder die standaard shit te hebben. Ja. Omdat dat trekt ook wel, maar als je iemand hebt die gewoon tips geeft, in mijn vak is het nu nog niet heel erg bekend. Ik denk wel dat ik er ooit een keer naartoe ga, maar zo'n beetje kijken hoe en wat. Alles met de tijd. Ja, precies. Ja, zou je dan voor Nederlands TikTok of Engels? Ja, wel alles Engels. Ik denk, omdat toch alles al Engels is, dan wil ik het ook wel zo houden. Ja. Ik heb eigenlijk een co-coach die ook in het leger heeft gezeten. Ja, veel grotere baas dan ik. Hij heeft 18 jaar in dienst gezeten, 5 keer Afghanistan. Ik 1, dus hij heeft echt wel wat meer meegemaakt. Ja. En zijn bedrijf, hij is ook coach, zijn bedrijf is in het Nederlands. Ja. Dus kijk, stel dat ik ook iets aan hem toe kan voegen. Ik had toevallig deze week met hem over, wij zullen misschien een podcast starten in het Nederlands onder jouw businessnaam. Ja. Kijk, lijkt me wel tof. Ook zoals hier, kijk, ik wil er wel ook wat meer gaan kijken van hoe kan ik ook in het Nederlands, misschien met podcasts of in iets dergelijks, ook mijn verhaal doen, omdat ik gewoon sowieso tof vind om te connecten. Ja. Maar dat was natuurlijk niet de antwoord op je vraag. Dat was Engels in ieder geval. Ik zou wel Engels doen, omdat dat... Ja, ik weet niet. Een van mijn dromen of doelen is... Ik heb er nooit... Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik wil publiek gespreken worden op het gebied van persoonlijk leiderschap. Ja. Ik weet wel waar het vandaan komt, alleen van mijn gevoel in Nederland, dat trekt me niet heel erg. Dan wil ik liever kijken naar Europa, wat daar mogelijk is. Iedereen kan wel zeggen, Amerika. Ja, wie weet. Maar...
Sowieso Engelstalig, zodat je een brede publiek kan pakken. Ja, man. Kijk, het gaat me niet om, om puur alleen maar om de fame en groot te worden. Maar het is meer van, hey, als ik een Nederlandse spreker hoor of een Engelse spreker, word ik gewoon altijd meer aangetrokken daardoor. Dus ja. Heb ik daarvoor gekozen. Kijk. Of wel flink, want meestal zien mensen van, oké, laten we maar eerst in Nederland groot worden. En dan gaan we wel naar het Engels. En dan zeg je, skip Nederland. Gelijk. Ja, door. Kijk, als je kijkt naar, het kan veel slimmer zijn. Omdat je in Nederland heb je een iets kleiner clubje, waar je dus makkelijker uitblinkt. Ja. Maar van de andere kant denk ik, ja, kijk, als ik nu al in het Engels begin. Mijn Engels is echt niet perfect, maar ik praat wel met zelfvertrouwen. Dus daardoor linkt het wel met de mensen waar ik mee werk. En met Amerikaanse coaches of andere landen buiten Nederland. Maar ik weet gewoon, op het moment dat ik er nu al aan begin, ja, over een paar jaar. Ik heb nu al, als ik een jaar terugkijk, dat ik echt denk, what the fuck is er eigenlijk gebeurd? Ja, ik heb niet in de gaten, weet je wel. Dat is wel echt tof. En als je zegt dat je wil gaan reizen helemaal. Ja. Ik heb vrienden die een jaar of langer in Amerika hebben gewoond. Ja. Als je dan terugkomt, spreek je heel anders. Ja. Gewoon. Ook überhaupt, ik had een huisgenoot, die zei de hele tijd like. Weet je wel, just like, omdat ze dat in Amerika elke zin dat toevoegen. Je ziet dat het gewoon helemaal onderdeel wordt van je eigen vocabulaire. Dus dat gaat dan helemaal super snel. Ja man, ik heb een halfjaartje in Engeland gewoond voor mijn afstudeerstage. En toen ik daar naartoe ging, ik moest daar dus ook bijvoorbeeld de presentaties geven en zo. En ik dacht van, dat was eigenlijk de enige reden waarom ik eigenlijk niet naar Engeland wou. Omdat ik wist van, oké, ik moest straks nog een presentatie geven. Maar dat kan nooit lukken in het Engels en zo. En uiteindelijk, ik was er 2 weken en toen was ik al van mezelf overtuigd, oké, de presentatie wordt echt easy. Mm. Gewoon alleen in die 2 weken ook alweer de vertrouwen opgebouwd van, ja, het moet gewoon lukken en zo. Dus daarin is het wel vet om te zien dat als je het gewoon doet, dat je er automatisch zo snel in kan groeien, man. En trouwens, ik heb je video's gezien en ik denk, voor Amerikanen vinden echt wel dat Nederlands echt goed kunnen, Engels kunnen spreken, man. Ja, zeker. Dus dat is geen probleem, denk ik. Kijk, ik ben sowieso niet bang dat dat ze me niet kunnen verstaan. Maar dat is er meer zo van, kijk, hetgene waar ik naartoe wil. Ja, dat zijn gewoon een beetje de scherpe randjes ervan afslijpen. Ja. Vooral als ik kijk naar, ik ben heel erg iemand die meer gewoon vanuit gevoel spreekt. Dus ik denk niet te veel na over wat ik wil zeggen. Mm-hmm. Maar als ik dat doe, verspreek ik me altijd. Ja. En soms dan heb ik een woord in mijn gedachten en dan zeg ik in één keer iets heel randoms. Kijk, dat zijn nog de dingen waar ik nog tegenaan loop. Maar dat is gewoon puur omdat je dan in één keer in Nederlands denkt of zo. Precies. Ja. Daarom dacht ik van, ja, kijk, reizen zat altijd al in mijn hoofd. Maar ik dacht nu ook, als ik een half jaar of een jaar weg kan gaan, ja, dan wordt dat automatisch getraind. Ze neemt dat toch ook over van hun. Zeker. In ieder geval ook hun soort van accent. Gaat zeker helpen. Dus ja, dus ben wel eens benieuwd. Je hebt mensen die het echt helemaal kwijt. Ik had laatst, ik weet niet meer precies wie dat was, maar dat was ook volgens mij een Nederlander die dan al heel lang in Amerika woonde. Daar hoorde ik eerst helemaal niet eens dat hij Nederlands was. Echt? Ja, en zelfs zo erg dat hij op een gegeven moment Nederlands ging praten. Dat ik dacht, je Nederlands klinkt eigenlijk nu Amerikaans. Engels zeg maar Nederlands klinkt. Dus dat kan echt, zeker als je daar een beetje op focust, kan het wel echt veel verschil maken. Precies. Ik denk dat het leuk is om nu, want we zijn al heel veel dingen langs gegaan. Ja. Afghanistan heb je al genoemd. Dus misschien kun je even kort een soort van kleine weg geven hoe jij ontwikkeld hebt van 16 op de middelbare school. Mm-hmm. Jij hebt misschien een droom en tot waar je nu staat. Ja, zeker. Ja, ik denk voor de context van het verhaal is het misschien nog mooi om nog een paar stappen terug te doen. Ja, als ik kijk van 0 naar 12, was ik eigenlijk altijd een jongen die gewoon zijn ding deed. Al een beetje populair is een jongetje van de klas. Of ja, populair. Ik was gewoon altijd mezelf en kon het gewoon goed met iedereen vinden. Toen ging ik naar de middelbare. En toen was ik in één keer kleinste jongetje van de school. En mijn ouders waren ook net een jaar of zo gescheiden. Dus ja, ik werd eigenlijk in één keer, ging ik naast mijn ouders staan in plaats van onder hun. Want ja, ze hadden allebei verdriet. Ze hadden best wel, ze hadden niet te makkelijk samen, ze hadden best veel ruzie. Dus elke keer als iemand iets van elkaar nodig had, moest ik dat doorsluizen. Maar ik werd ook heel erg gepest op dat moment op school. Dus ik was 12, 13, kleinste jongetje van de school. En dus ging ik in één keer van redelijk populair, of gewoon iemand die altijd goed lag, naar het doel werd. En ik kan me nog goed herinneren dat ik eigenlijk wel altijd wel, ik voelde mezelf gelukkig of ik heb het misschien zelf zo aangepraat. Maar door wel dat event ben ik mezelf een beetje aan gaan passen om er toch bij te horen. Terwijl ik normaal iemand ben van, hey, ik doe gewoon wat ik wil. Als jij het niet interesseert, prima. Ik wil gewoon mezelf zijn. En
daardoor heb ik mezelf een beetje weggecijferd, zodat er toch nog bij te horen. En dan kwam ik een beetje in een soort van loop van, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik wil in mijn leven. School deed ik geen zak voor, ik was gewoon een game verslaafd. Mm-hmm. Toen was ik ongeveer 15, 16, wist ik het nog steeds niet. En toen op een gegeven moment moesten we toch aan het einde van school, VMBOT gedaan, moesten we toch gaan kiezen. En ik dacht of iets met sport doen of misschien dan het leger. Ik dacht, ja, ik wist echt niet wat ik moest doen. Nee. Ik dacht, ja, ik wil impact maken, dus ik ga dan maar naar het leger. Mijn vader zat bij de Nationale Reserve, dus hij was een soort van weekend militair, zo noem ik het altijd. En ja, die stap gemaakt, maar ik was eigenlijk super onzeker geworden in die periode. Ik had gewoon wel vrienden, alleen ja, mijn zelfbeeld was echt heel erg laag. Ik durfde ook nooit naar meisjes af te stappen, altijd heel erg bang om afgewezen te worden, altijd Mr. Nice Guy, weet je wel. Ja. Nou had je eindelijk een klik en dan werd je altijd weer aan de kant geflikkerd. Hmm. En die trend was eigenlijk een beetje tot aan dat ik het leger inging en daar is heel veel veranderd. Daar heb ik heel veel geleerd van, oké, gewoon voor een groep praten, teams leiden en op een gegeven moment steeds meer, steeds meer en steeds meer. Maar ondertussen was er nog steeds iets in me dat, ja, nog steeds onzeker was. Ik had gewoon wel een relatie. Maar iedereen zat op die periode op Tinder. Dus was zo 18, 19 of zo. Ja. Op Tinder. De hele tijd met chickies bezig. En ik was eigenlijk de enige die altijd een lange relatie had. En op een gegeven moment, toen dacht ik, fuck, ja, ben ik nou een sukkel omdat ik een lange relatie heb. Ik heb het altijd goed, ik heb nooit ruzie. Ja, ging toch vreemd. Want ik dacht, ja, iedereen zit allemaal wijven te fixen. Dat heb ik nooit gedaan. Dus dat hoort erbij. Dan ben je een stoere jongen, weet je wel. Dus allemaal domme dingen gedaan. Lang verhaal kort. Toen in mijn één na laatste jaar ben ik naar Afghanistan gegaan. Toen is het ook uitgegaan met de relatie na 6 jaar. Ja, we waren gewoon uit elkaar gegroeid. Waar gewoon wat dingen gebeurd. We hadden gewoon een goede relatie, topmate. Alleen was voor mij ook wel een belangrijk moment. En de reden waarom ik het ook benoem is, daar is voor mij echt de switch gekomen van, hey, ik moet echt anders gaan denken en leven. Want ondanks dat ik in het leger zat, ondanks dat ik leidinggevende was al voor 4, 5 jaar. En leefde ik gewoon van dag tot dag. En het weekend was het maximaal zuipen. En door de week was ik super serieus. Ja. En dat was, ja, en dat deed ik niet expres. Het gebeurde gewoon. En daar was ik niet heel gelukkig mee. Want ik was eigenlijk twee persoonlijkheden. Van een hele introverte, rustige militair. Die op het juiste moment de juiste dingen zei. Na het weekend de losbolken. Die iedereen op zat hype en energie gaf. En mee feesten en gezelligheid. Dus toen heb ik voor mezelf de knoop doorgehaald. Oké, luister. Op het moment dat ik deze relatie, dat het eindig is. 100% eerlijkheid naar mezelf toe, naar iedereen. Geen vreemdgaan shit. Niet meer proberen erbij te horen. Gewoon je eigen ding gaan doen. Mm-hmm. Toen is dat balletje een beetje gaan rollen. Hoe oud was je toen? Toen was ik, kijk, 23. Okay, ja. En toen is dat balletje een beetje gaan rollen. Heb ik mijn huidige vriendin leren kennen, echt een maand later. En toen dacht ik van, ja, ik wil wel eerst nog even gewoon achter de vrouw aan. 6 jaar lang relatie gehad, maar ja, het klikte zo goed. Dat ik dacht, fuck it, we gaan het bootje weer instappen en we gaan weer verder. Alleen ik zei ook tegen haar vanaf de eerste deed ik zeg, luister, ik ben vreemd geweest in mijn vorige relatie 2 keer. Dus als je er nu geen zin meer in hebt, dan zie je de deur. Als je wel zin in hebt, hoef ik er niks meer over te horen en dan gaan we gewoon verder. En ja, vanuit daar steeds meer in die rol gaan komen en erachter komen van, oké, eerlijkheid is het allerbelangrijkste. En niet naar haar toe, maar vooral naar mezelf toe. Omdat ik gewoon in mijn omgeving heen zie, en dat zie je overal, iedereen zit maar wat te praten, maar ze lullen zoveel om maar een schildje te creëren om zich heen. En ik dacht, ja, daar heb ik gewoon geen trek meer in. Dus dat is ook de reden waarom ik de Pure Man heet, omdat ik gewoon de authentieke man wil creëren, die gewoon eerst naar zichzelf kijkt, vanuit daar heel veel krachten bouwt, daar heel veel zelfvertrouwen. En dan kijkt of die relatie, ja, of niet matcht met hoe hij is. Ja. Ja. En dan een serieuze relatie bouwt. Want ik wil niet dat er dadelijk weer kinderen alleen komen te staan. Zo, ja, met gescheiden ouders. Want mijn vader is voor mij het perfecte voorbeeld. Hij is echt de belangrijkste persoon in mijn leven altijd geweest. Ja. Alleen ja, op het moment dat die ouders gescheiden zijn. Hij was er wel altijd voor me. Mm. Maar niet zoals het misschien nodig was. Omdat ja, mijn ouders hadden al genoeg problemen. Dus ik ging hem niet bellen. Mm-hmm. Toen ik gepest werd, omdat ik dacht, ja, fuck it, hun hebben ruzie, waarom zou ik hun lastig vallen? Ja. Dus uiteindelijk is dat patroon een beetje doorgezet. Naar nu,
Maar in de tussentijd heb ik wel nog een keer voor een baas gewerkt toen het leger uitging. Teamleider logistiek, over 60 mensen onder me gehad. Wanneer ging je zeg maar, uit het leger? Zeg maar, toen ging het uit met mijn vriendin, kwam ik terug van Afghanistan. Toen heb ik eigenlijk nog een jaartje in het leger gezeten met mijn huidige vriendin. Toen ik net met mijn huidige vriendin had. En ik besefte wel van luister, als ik echt een gelukkig leven wil leiden met een gezin en alles erop en eraan met de vrijheid die ik wil hebben, dat kan hier gewoon niet. Ik heb mezelf altijd heel erg in een soort van hockey gevoeld. Ik ben super creatief, daarom doe ik ook die Insta allemaal zelf. Ja. Ja, dat kan niet als leidinggevende binnen het leger. Je moet gewoon heel erg in hokjes werken. Want als je iets geregeld wil hebben, moeten er 10 mensen een beslissing over maken. Ja, daar hou ik niet zo van. Want dan wordt je potentie gewoon klein gehouden. Hmm. En dat gevoel had ik heel erg. Dus ik dacht, oké, prima, misschien moet ik het standaard leven gaan leiden. Van een baan bij een baas werken en dan HBO nog gaan doen. En het hele riedeltje. Alleen na een jaar kwam ik er echt achter van, ja, ik ga echt niet meer voor een baas werken. Ik kan er slecht tegen mensen mee vertellen wat ik moet doen. Als ze daar geen goede reden voor hebben. Weet je wel, als ze zelf onzeker zijn en dat gaan spiegelen naar mij. Mij dingen gaan op gaan dragen zonder mij gewoon te vragen, weet je wel, dat soort managers. Dacht ik van oké, ik weet niet precies wat ik ga doen, maar ik ga voor mezelf. Dan heb ik een jaartje social media marketingbureau gehad. Maar eigenlijk de eerste 3 maanden kwam ik erachter van ja, dat gaat gewoon niet voor lange termijn worden. Want ik mis gewoon iets. Ik mis die menselijke connectie. Ik zag altijd het beste in de mensen. Dus heb ik eigenlijk een coach ingehuurd. En heb ik hem gezegd, luister. Ga gewoon eens van top tot teen luisteren naar wat ik zeg. Absorbeer het. En ik weet dat ik wil coachen. Ik weet nog niet precies wat. Ik vind branding heel erg tof. Ik ben ook wel goed met visuals en dergelijke. Misschien dat. Maar we kwamen heel snel achter van, hey, gast, je bent super gestructureerd. Je staat elke dag om 6 uur op. Je hebt die militaire discipline. Dat is wat heel veel ondernemers missen. Mm-hmm. Toen zei ik tegen hem, zeg, iedereen staat er om 6 uur op en doet het echt. Nee, dus ik ben serieus. Nee, maar ik dacht echt van, hè? Ik dacht dat standaard was. Ja. Ja, maar dat is ook een soort van overtuiging die ik me altijd heb aangeleerd. Als ik iets doe, doet iedereen dat waarschijnlijk. Ja. Mm-hmm. Dus ik dacht, oké, prima. Dan gaan we dat wel doen. En op een gegeven moment is dat zo gaan rollen. En nu is dat meer uitgebouwd naar high performance coaching voor mannelijke ondernemers. Die eigenlijk, ja, ze weten gewoon, oké, ik weet hoe ik succes kan halen in mijn business, maar ik ben zelf degene die het nu tegenhoudt. En dat kan zijn door misschien onduidelijkheid van, oké, wat zijn nou de volgende stappen? Kan een stukje structuur zijn, maar vooral voor zorgen dat die consistentie hoog blijft, zodat je op een gegeven moment dat momentum hebt en dat je gewoon constant kan blijven groeien. Ja. En heb ik vooral gekeken van, oké, leger, wat is daar belangrijk? Dat je niet alleen maar op het moment dat je dingen moet doen, scherp bent, maar altijd. Want op het moment dat ik in Afghanistan was, is het super belangrijk dat je wel je thuisfront, dus de relaties die je buiten het leger hebt, dat goed zit. Ja. Op het moment dat je in paniek of in stress zit, dat je altijd een stabiele factor hebt om terug te vallen. En je denkt van oké, prima, ik voel me nu even kut, maar ik heb dit achter me, kan ik doorpakken. Ja. En daarom is het dus belangrijk dan op alle vlakken die groei hoog te houden. Zodat stel dat een van de pilaren wegflikkert, dan heb je nog een heel soort van fort om op terug te vallen. Want anders breekt alles in elkaar op het moment dat je maar één ding hoog hebt staan. Precies, dat is zeker waar. En hoe lang ben je nu dus bezig met als high performance coach? Ja, nu iets meer dan een jaar. Ik ben ongeveer vorig jaar maart begonnen. Even hebben we in ieder geval met de coach gesproken. Dat is best wel snel gegaan in ieder geval. En toen heeft het echt 3 maanden geduurd of zo voordat ik mijn eerste klant had. Ja, en vanaf daar met ups en downs ging het goed en dan wat minder. En ik dacht, ik zie zoveel zieke resultaten van mijn klanten. Dus ik denk, oké, ik kan toch wel iets. Ik kan het. Dat is toch ietsgene wat ik misschien altijd had moeten doen. En toen merkte ik aan het einde van, ik mis nog steeds iets. Ik vind de ene beencontacten super tof. Maar in het leger, wat ik echt het allermooiste vond, is militaire kameraadschap. Van hey, samen gaan we die obstakels aan, samen gaan we dat gewoon fixen. Dus toen heb ik in afgelopen februari, heb ik een soort van
community of groep, of hoe je het wil noemen, opgericht genaamd de Pure Performance Unit. En dat is een, eigenlijk een groep van ondernemers die tussen de 5 en 200k per maand verdienen. En dan hebben we eigenlijk twee keer per week calls, waarbij het één keer over business gaat en de andere keer heel erg over persoonlijke ontwikkeling. Waar niks taboe is. Ja. Omdat op het moment dat je in zo'n safe plek gewoon 100% jezelf kan zijn, ga je het ook veel makkelijker daarna naar buiten dragen. Omdat ik dat gemerkt heb, van ik kon het altijd bij mijn vader zijn. En daardoor kreeg ik zoveel zelfvertrouwen in gewoon mezelf te zijn, dat ik dat daarna naar steeds meer mensen deed. En op een gegeven moment is het gewoon normaal. Want ja, iedereen nu, vooral nu in deze tijd, wordt gepusht in een bepaalde richting. Dat misschien helemaal niet is hoe je echt bent. Maar omdat we door angst of whatever er ook is, gaan we heel snel, gaan we toch maar volgen. Vooral met bijvoorbeeld corona is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Mm-hmm. Heel veel angst. En we gaan beslissingen maken die misschien niet helemaal vanuit onszelf komen. Dus ik wil dan laten zien van, hey, ga gewoon jezelf zijn en ga dan eens kijken hoe mensen reageren. En haal daar eens kracht uit. Ja. Want dat is het allerbelangrijkste. En dat dan je business dan nog veel harder door gaat groeien is een bijzaak. Maar dat jij als persoon zo sterk wordt en dat jij een voorbeeld gaat worden voor anderen, dat vind ik persoonlijk het allerbelangrijkste. Netjes, nice. Ik vind het ook heel tof om te horen dat je eigenlijk, we hebben het 1 of 2 podcasts geleden hebben het gehad over de why. Mm-hmm. Daar ben je waarschijnlijk wel bekend mee. Dat jij echt aangeeft van, ik wil eigenlijk de meest authentieke man creëren, omdat ik gemerkt heb dat ik dat misschien op bepaalde vlakken zelf gemist heb in mijn vader. En dat ik nooit zou willen dat iemand, dat iedereen dat eigenlijk uit kan dragen. Dat vind ik, het is niet per se een vraag, maar gewoon even tof om aan te stippen dat dat echt een, ik denk dat dat een kracht geeft ook. Dat zorgt ook heel erg dat ik denk ik, jouw verhaal ook authentiek is. Mm-hmm. Je bent niet van, ja, ik zie nu dat er veel markt is voor, dus ik kan makkelijk geld verdienen met. Ja, man. Dat vind ik echt heel tof. Ja. Een tweede vraag die ik had was, je geeft aan van, nou, soms ging het zeker aan het begin, gaat het natuurlijk heel goed, andere maanden minder. Ik weet niet of je op jezelf woont, waarschijnlijk wel. Ja, nu op dit moment even bij mijn ouders. Omdat, okay, ja, we gaan nu binnenkort weg. Ja, oké. Okay, ja, dus nu even die keuze gemaakt. Maar wel zo snel mogelijk wegwezen. Ja, want precies. Dat is niet want ik dat ik daar af gelukkig van word. Maar nee, snap want ik vraag me af van, dat is iets waar ik nu in zit. Ik woon dan in een studentenhuis en ik ben nu zeg maar bijna klaar met mijn studie. Ik ga nu ook een baan zoeken. Ik hou er ook heel erg van om zelf dingen te doen. Ik heb een beetje wat jij ook zegt, van ik vind het soms heel moeilijk als mensen zonder goede uitleg zeggen, ja, je moet dit gaan doen. Dan denk ik van, ja, waarom? Ja. En ik zit zelf altijd te denken van, ja, ondernemen is natuurlijk heel tof. En zeker als je daarmee wil beginnen. Maar hoe maak je nou die overstap dat je zegt van, nou, ik ben een jaar bezig met gewoon werk. Dat is vast loon. Mm-hmm. Je gaat daar waarschijnlijk ook naar leven. En dan ineens de keuze van, nou, nu wil ik toch voor mezelf gaan doen. Hoe is die overstap gegaan? Ja, dat is sowieso een mooie vraag. Want ook een van de redenen waarom ik nu bijvoorbeeld gekozen heb om thuis te wonen is, ik heb zo fucking veel risico genomen. Omdat ik dacht van, ja, ik ga echt letterlijk all in. Dus ik heb al mijn geld die ik in de afgelopen jaren had gespaard, dat besteed aan coaching. Omdat ik vanaf het moment dat ik eigenlijk achterkwam van, hey, dit is wie ik ben en wat ik uitdraag, had ik inderdaad dat why gevoel. In één keer zo'n onderbuikgevoel van, fuck, dit is wat ik moet gaan creëren. Mm-hmm. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar dit gaat gewoon gebeuren, klaar. Ja. En op een gegeven moment heb ik ook, ja, nu ondertussen wel 40-50k of zo aan coaches besteed in een jaar tijd. Dus ik heb echt letterlijk constant gewoon, fuck it, elke keer als ik iets verdiende, gelijk weer investeren. En dit jaar was mijn doel om de vruchten te plukken. En dat is uiteindelijk ook wel werkelijkheid geworden. Alleen, ja, je neemt wel een super groot risico. Want ik geloof heel erg, en dat is ook een van mijn kernwaarden, is moed en durf. Dus eigenlijk om antwoord te geven op je vraag. Van, ja, bij mij was het gewoon van, ja, fuck it. Zonder dat, zonder moed te tonen, kom je helemaal nergens. Dus ik ging gewoon al in gestrekt been er tegenaan. Want ik dacht, kan ik altijd terug naar het leger? Of kan er altijd wel ergens in de bak? Maar zodra ik hier geld mee kan verdienen, kan ik het op alle andere manieren ook. Tenminste, dat is een overtuiging die ik heilig heb. Want ik heb het social media in mijn achtergrond gehad. Als ik daar gewoon mee doorging, kon ik daar echt wel royaal van leven. Ik had het zo lopende dat ik echt wel in ieder geval meer verdiende dan waar ik daarvoor werkte. Ja. Alleen
daardoor denk ik wel prima. Ik hoef nooit meer voor een baas te werken. Want als ik dat hier vanuit nul ervaring dat kan opzetten, kan ik dat in andere richtingen ook. Ja. En ook op terugvallende, vooral een stuk wat je aangaf van oké, de pure man authentieke, is denk ik wel het belangrijkste om er nog een toe te voegen. Is van, ik heb eigenlijk juist wel geleerd van mijn vader om juist super authentiek te zijn. Mm-hmm. Alleen, bijvoorbeeld met voetballen, deed hij altijd bij mij het kraagje omhoog. Was het de enige in het voetbalteam er als er een patsertje bij liep, maar ik voelde me gewoon goed dan. Dat is ook altijd hoe ik ben. Ik ben juist iemand die er misschien soms patserig uitziet, maar totaal geen ego heeft. Ik ben er voor iedereen en dat wil ik ook uitdragen. Van, er zijn ook gewoon gasten die er misschien uitzien als van kijk mij, maar dat is meer van hey, ik wil jou een voorbeeld zijn van jou, omdat ik gewoon mezelf ben. Ik voel me hier goed in. Precies. Dus alleen wat ik daar bij hem heel erg zag, en dat zie ik nu bij heel veel andere relaties ook, en daar heb ik hem ook gewoon een keer gevraagd. Ik zeg, pap, je bent 2 keer gescheiden. Is het omdat je nooit echt 100% jezelf kon zijn? Omdat je bang was om misschien alleen te eindigen? Want hij heeft zijn hele jeugd, heeft hij in weeshuizen gezeten. Dus ja, voor hem familie is super belangrijk. Dus dat besef momentje voor mij. En als ik dan ook kijk naar vrienden, sommige relaties blijven bij elkaar, hebben ze fucking veel ruzie. Ja. Maar dat gaat gewoon nooit goed komen. En denk ik, hou het nu zo lang vol omdat je zo bang bent. Je durft niet echt jezelf 100% te uiten. En maak je daar toch maar kinderen omdat dat hoort, omdat iedereen het in je omgeving doet. En je gaat samenwonen en dat hele riddeltje dat iedereen doet, weet je wel. En dan in één keer ben je super ongelukkig en word je op 40, 50 jaar wakker en denk je, wat heb ik met mijn leven eigenlijk gedaan? En ik wil, inderdaad, daar is Sebai wel van uitgekomen van, luister, ik wil op elk jaar dat ik dood kan gaan, wil ik het gevoel hebben van, ik heb er tenminste alles aan gedaan en alles gedaan wat ik wou doen. En de dingen die ik misschien nog wou doen, oké, dat is dan voor later, maar nu gewoon het maximale uitgehaald. En als het alleen is, is het alleen. Als het met een relatie is, is het een relatie. Mm-hmm. Ik ben super gelukkig met haar en zij geeft me ook die ruimte. En dat is ook precies waarom het in mijn ogen goed werkt. Als je iemand vindt die jou zoveel ruimte geeft om echt jezelf te ontdekken en 100% jezelf te laten zijn, zonder eigen onzekerheid op jou te reflecteren. Mm-hmm. Dat is het allerbeste wat er is. Want andersom kun je dan weer een voorbeeld zijn voor haar, maar zij is ook weer een voorbeeld voor jou. Ja. Op andere vlakken. Dus dat is mooi om te zien. Zeker. Ja. Zeker, man. om terug te vallen op een stukje daarvoor. Ja. Van ego is de vijand. Ook weer een stukje stoïcisme dat terugkomt natuurlijk. Ik ben wel benieuwd, want wij hebben dus wel af en toe over stoïcisme inderdaad. En je noemde al een van de pilaren van stoïcisme. Moed. Naast wijsheid, wat heb je nog meer? Rechtvaardigheid en geduld voor met temperance. Volg je dat allemaal op? Hoe strikt ben je erin? Is stoïcisme iets wat erbij komt? Of is dat echt iets wat je elke dag volgt? Ik ben heel erg iemand die heel veel informatie opneemt, maar ik ga mijn leven er niet naar leiden. Ik probeer meer te kijken van, ik leef gewoon mijn eigen leven. En als ik dan iets zie, dan neem ik dat misschien automatisch op, maar dan link ik dat nooit aan een bepaald iets. Maar als ik dan naar stoïcisme terugkijk, denk ik wel van, stiekem doe ik al heel veel. Stiekem deed ik dat al heel lang. Misschien al vanaf toen ik 13, 14 was al heel veel dingen. Ja. Misschien vanuit het leger. Dat is ook mooi dat bijvoorbeeld extreme ownership hier ligt. Dat is bij mij een beetje altijd een terugvlak van, op het moment dat ik ruzie heb, bijvoorbeeld, mijn vriendin is weer een mooi voorbeeld. Op het moment dat ik misschien heftig reageer naar haar toe, omdat zij iets zegt wat misschien mij hoog in mijn emotie brengt. Wat meeste mensen doen is zichzelf verdedigen en ik ben beter, dus ik ga me niet toegeven. Ik zal altijd, als ik het fout heb gedaan, ondanks dat ik misschien wel gelijk heb, zou ik zeggen, sorry, ik had niet zo uit moeten flippen. Want ik heb nog steeds controle over de situatie, hoe ik reageer. Mm. En dat is iets wat ik echt, dat vind ik het allerbelangrijkste. Stel, je zou me nu tegen mijn scheen aan het schoppen. Ik hoop niet dat je het doet, maar dan kan ik wel heel erg boos worden. Maar kan ik me ook afvragen van, hoezo doet hij dat eigenlijk? Ja, snap je? Ja. En dat probeer ik altijd erachter te zoeken. En dat is wel iets wat ik de afgelopen jaren steeds meer heb geleerd. Want ik deed het wel. En soms ga je toch in je emotie reageren. En ik merk op het moment dat je ego zo laag is, dan leef je gewoon een gelukkiger leven. Want je kan denken, oké. Iemand doet iets naar mij. Dat is wel heftig dat hij dat doet, weet je wel. Ondanks dat
voor andere mensen misschien voelt, ja, waarom pik je dat? Ja, ja, sorry. Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde grenzen. Maar uiteindelijk, als jij gelukkig bent met je eigen leven, mensen die gelukkig zijn met je eigen leven, ga je nooit andere mensen liggen verzieken. Nee. Dus, en dat vind ik ook een voorbeeldfunctie zijn op dat vlak. Dus op het moment dat iemand jou iets doet, dan kun je of volle bak teruggaan en je hebt een conflict. Ja. Of je kan kijken van, oké, hoe kan ik dat conflict wennen dat iemand verandert? Of als het totaal niet logisch is, ja, gewoon afstoten en wegwezen. Ja. Want ja, vreet alleen maar energie. Zeker weten, want dat is best wel... Killing with kindness. Killing with kindness eigenlijk. Hè? Wat je ook zegt inderdaad, dat mensen die goed in hun vel zitten, dan zul je minder snel die conflict krijgen. Ik denk nog steeds dat het wel af en toe natuurlijk kan gebeuren. Maar merk je wel eens dat je wel eens vaak die conflict hebt en dat je dan zoiets niet kan opvolgen wat je zelf wel als soort van regels hebt. Ja, kijk, als ik kijk naar de afgelopen 9 jaar, heb ik 2 maanden vrijgezel geweest, 2-3 maanden. Ja. En ik heb in 9 jaar misschien 2 of 3 keer ruzie gehad met mijn vorige en mijn huidige vrouw. Puur omdat ik weet van oké, stel dat ik gelijk heb en zij zegt de hele tijd, ik heb gelijk, zeg oké, prima, je hebt gelijk, ik weet wel beter en we verder. Want ja, wat heb ik eraan om mij gelijk nu per se te halen? Is een eigen fucking probleem dat ze het niet snappen. Tenminste, zo zie ik het dan. Luister, op het moment dat ik uit goede intentie iets wil meegeven en jij wil nog steeds gelijk hebben, prima. Dan heb je gelijk, maar dan ben ik het ook weer vergeten wat je ook al zei, snap je? Ja. En dan is het meer gewoon kijken, oké, wat is nou echt nodig in een conflict? Ik denk dat ook het beste relatieadvies is dat ik ooit gekregen heb van mijn vader. En ik begreep het in het begin, want ik heb nu ook 5,5 jaar een vriendin. In het begin begreep ik niet. Hij zei altijd van, ja, heel simpel, laat het gaan. Ja. Laat sommige dingen gewoon gaan, het is het niet waard. En ik had altijd zoiets van, ja, maar het is toch zo belangrijk dat je jezelf blijft. En dat ik in de relatie aangeef wat ik denk, omdat we eerlijk moeten zijn. En nu, hoe langer ik in een relatie zit, weet ik inderdaad, pick your battles. Ja. Van, ik kan bijvoorbeeld ergens wel heel diep op ingaan, maar wat is de winst als ik me gelijk haal vergeleken met het verlies als ik haar helemaal in die hoek ga douwen? En heel vaak is die winst het helemaal niet waard. Ik had bijvoorbeeld iemand om me heen, die had dan een vriendin, nog niet zo lang. Mm-hmm. En die ging hele ruzies maken over een broek die hij dan niet mooi vindt. Ging hij heel eerlijk tegen haar zeggen van, ja nee, ik vind die broek er fucking raar uitzien. Ik zou dat nooit aandoen. Dat ik tegen hem zeg, wat win je ermee? Ja. Nu voelt zij zich kut over die broek. Ze is boos op jou, ze vindt je een lul. En alleen omdat je eerlijk wou zijn. Dus dat is echt goed relatieadvies voor de mensen thuis. Kijk, ik wil wel op aanhaken, want dat is wel een mooi puntje. Ik ben wel iemand, op het moment dat mijn vriendin een broek heeft die ik lelijk vind, dan zeg ik het wel echt van, vind ik gewoon fucking lelijk. En dan op begin, en dat is het mooie begin, was het natuurlijk heel erg van, oké, dit is niet het antwoord dat ik wil hebben. Nee. Maar ik zeg altijd tegen, ik zeg, wat wil je? Wil je dat ik je voor ga liggen en dat je daardoor beter gaat voelen voor je de harde realiteit? Ja. En dat je vanuit daar misschien zelfvertrouwen op gaat bouwen en kijken, oké, maar ik vind het gewoon tof. Snap je? Dus je bent bruut eerlijk, ja. Maar daarna laat je het wel los. Want als zij in discussie met jou gaan van, nee, maar ik vind het wel supermooi, dat mag je best vinden. Dit is gewoon wat ik heb gezegd, that's it. Ik geloof veel erg in gewoon een tough love en andersom ook, want dat merk ik nu ook dat ik dat... Ga je doen? Gaat er van doen. Merk in ieder geval dat ik dat ook terugkrijg. Ja. Dus nu zeg ik van fuck, dat heb ik je niet geleerd, weet je wel. Ja. Dat heb ik niet geleerd om dat ook op mij te passen. Maar dat vind ik gewoon mooi om te zien. Want nu zie ik ook in haar, ze doet die dingen aan die ik misschien helemaal niet mooi vind. Ja. Maar ze vindt het gewoon fijn. Ja. Snap je? En anders is het van, ja, de hele tijd aandoen. En dan denkt ze dat je dat mooi vindt, maar je vindt het gewoon lelijk. Precies. Snap je? En... Ja, ik zeg altijd tegen anderen ook van, ja, mijn vriendin heeft echt wel, ze heeft af en toe echt wat te verduren met mij, maar dat is wel altijd met de beste intenties. En dat zegt ze ook altijd tegen mij, je kan altijd op elk moment op jou bouwen, want ik weet gewoon dat je altijd eerlijk tegen mij zou zijn. Ja. En dat is echt toen die keuze die ik voor mezelf gemaakt had, van ja, ik moet radicaal eerlijk gaan zijn, want anders ga ik mezelf weer inhouden. En dan ga ik, zoals met mijn vorige relatie, ging ik naar feestjes. Ik heb ook wel eens drugs gebruikt. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ga je ook goed voor voelen. Ja, ik ga heel goed. De naam is geen minder. Ja, ik ging me altijd super goed voelen. Maar ja, zij was totaal niet van die scene. Oh, ik was zo, het net een beetje aan het ontdekken. Dus op een gegeven moment vroeg ze het. En als ze het vroeg, gaf ik het eerlijk toe. Maar op een gegeven moment gingen ze het gewoon niet meer vragen. En ga je, als je het niet vertelt, ben je ook het liegen natuurlijk. Ja. Dus we leven een beetje uit elkaar. En ik dacht, ja, daar heb ik gewoon geen zin meer in.
als ik nu altijd eerlijk ben en mijn vriendin is het niet met mij eens, of ze vindt me niet leuk, of ze wil niet dat ik dit doe, dan zeg ik oké, prima, dan matchen wij niet. Dan zoek ik wel iemand anders. En als ik dan alleen eindig, alleen, ik geloof niet dat dat gebeurt, maar dan ben je wel altijd gelukkig omdat je gewoon je eigen leven leidt. Tuurlijk is het wel, ja, relaties niet alleen maar mijn wil is wet. Ik ga natuurlijk wel een beetje meebewegen. Maar als de kern altijd gewoon van 100% eerlijkheid ontstaat en dat af en toe gewoon pijnlijk is, maar ja, nu krijg ik het ook terug en denk van, heb ik het precies nodig? Ja. Dat zij tegen mij zegt van, hey, gast, je zei dat je zoveel omzet verdiende en waar sta je nu? Dan zeg ik van, fuck, je hebt me te pakken. En denk, dit is precies wat ik nodig heb. Ja. Dus dat is mooi om te zien hoe je dat dan terug kan kaatsen. Want ik zie dat nu ook, dat ze dat dan zelf ook steeds meer toepast. En dat heb ik haar niet opgedrongen of gepusht. Maar in het begin probeerde ik heel veel dingen die ik in ondernemerschap leerde over te dragen. Dit moet je zo doen, moet je zus doen. Ja, niemand houdt ervan of vertelt wat ze moeten doen. Al zeker niet als ze er helemaal niet voor openstaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, weet je wat, ik ga gewoon het voorbeeld zijn die ik wil zijn. En dan kijken we of mensen meetrekken niet. En als ze niet meegaan, dat is ook prima. Hmm. Maar dan zie je toch in één keer na... Ik had er na een jaar of zo had ik er een boek gekocht. Zei ze wel, irritante gasten. Ik heb voor je niet graag, maar gewoon parfum of zo, weet je wel. Ja. En 3 jaar later haalde ze zelf een boek. En dan denk ik, kijk, precies. Dat was het verschil. Maar dat is ook ik ben mooi, mijn vriendin ook nog even naar binnen fietsen. Ja. Ja. Dat is ook niet zo vaak boeken. Nee. Ja. Vaak is het wel zo dat mensen luisteren niet naar de woorden, maar die kijken wel naar je acties. Ja, man. En dat is iets wat ik ook iets heb gelezen over, als ik later kinderen heb. Ja. Dan zeggen ze ook altijd van, jij kan je kinderen allemaal regels opleggen, maar doe gewoon wat er goed is en ze zullen het automatisch langzaam overnemen. Want je bent nog steeds een vaderfiguur, weet je wel, voor kleine kinderen. Dus lead by example. Tuurlijk, en ouderen hebben dat nog steeds, dat toch? Is sowieso mijn credo, zeg maar. Ja. Dat heb ik vanaf het leger. Maar staat altijd van, hey, oké, maakt niet uit hoe of wat. Ja, altijd als ik met mensen werk, vooral toen mijn manschappen, ik noem altijd mijn mannen, ook als ik nu coaches. Vanaf het moment dat iemand met mij samenwerkt, ga ik voor hun door het vuur. Ja. Maakt niet uit wat. Dat is gewoon iets wat in me zit. Maar dat betekent ook dat ik voorbeeld moet zijn, positief en negatief. Dus op het moment dat ik mijn habit tracker verneuk, dus ik doe ook bijvoorbeeld mee met die habits in die unit, zeg maar. Hun kunnen ook zien wat ik doe. En ik ben ook niet perfect. Ik doe ook niet altijd 100% alles halen. Ik ben ook een mens. Ik heb ook wel eens dagen dat het dan niet zo lekker gaat, maar dat laat ik ook gewoon zien. En dat vind ik persoonlijk het mooiste om te doen, omdat je dan ziet van, hey, zie je, ik hoef niet perfect te zijn, maar ik wil wel gewoon 1 stapje beter zijn dan ik gisteren was. Ja. Dat is ook letterlijk de reden waarom wij deze podcast begonnen zijn, omdat we er een beetje moe van werden dat iedereen altijd gaat vertellen hoe je succesvol moet worden. Ja. Maar het zijn altijd 5 stappen. Zo van, nou, ik vond mijn baan kut, toen ging ik dit doen en nu ben ik miljonair. Dus als jij het ook wil, koop mijn cursus. Snap ik, man. Precies dat, die mensen, goed, word ik heel erg moe van. Want uiteindelijk moet je gewoon je eigen ding doen. En ik kan ook makkelijk verkooppraatje doen, maar daar word ik niet gelukkig van. Nee. Ja, wel in mijn bankrekening, maar uiteindelijk gaat het om oprechte impact maken. Zeker. En ik heb zelf zoveel mensen nee gezegd die het makkelijk konden betalen, maar ik werk alleen met mensen waar ik mee wil werken. Ja. Okay. Dan had ik mijn business nog veel harder kunnen laten groeien, maar dat maakt nu wel de groep zo sterk. Kun je dat delen? Wat onderdelen zijn waarvan je zegt van, dat zijn typerende eigenschappen van potentiële coaches, waardoor ik zeg van, nee, beter niet. Want je begeleidt nu een groep voor de kijkers ongeveer van 5 mensen? Nee, het zijn nu 20 man. 20 man, inderdaad. Ja. Toch dat is wat meer. Ja, precies. Dus er zijn nu 20, zou ik zo zeggen, 20 actieve leden in de unit. In de groepscalls zijn er gemiddeld tussen de 5, 10 en 15. Dus niet altijd iedereen is aanwezig. Het gaat natuurlijk om... Dat is normaal. Dat is best wel veel nog, hè? 10, 15 als je nog... Ja, kijk, ik werk eigenlijk met mensen die sowieso heel erg visueel ingesteld zijn. Het zijn jongens die gewoon van de buitenkant er goed uit willen zien, die dat belangrijk vinden, maar ook gewoon oprecht op zoek zijn naar of een relatie of gewoon een goede relatie worden. Want als ik kijk naar alle jongens die ik coach, heel veel hebben van hen. Er zijn zeker wel een paar vrijgezellen bij, maar het zijn wel serieuze gasten die ook
Tuurlijk, af en toe nog wat scharrelen, maar ze zijn wel niet van die fuckboys die denken van, ja, mijn eigen pijn de hele tijd weg, wegneuken letterlijk. Dus waar ik altijd naar zoek is, op het moment dat ik een gesprek met iemand heb, dat die echt humble is. Dat die gewoon heel erg, zich misschien een klein beetje kwetsbaar opstelt, maar echt gewoon heel erg leergierig overkomt. Niet zo is van, ja, ik weet het eigenlijk allemaal, ik weet ook precies wat ik moet doen, maar ik wil gewoon meer geld maken. Mm-hmm. Ja, ik zoek altijd naar van, oké, waarom wil je dit doen? Ja. Iedereen die, waar ik ja tegen zeg, zijn jongens die zeggen van, of ik weet nog niet precies wat ik wil, maar ik heb altijd het gevoel dat ik mensen wil helpen. Dus ja, dat zit er zeker wel in. Kijk, als ik dat al hoor, krijg ik van binnen altijd een warm gevoel. Denk van, oké, dat zijn mijn mensen. Ja. Op het moment dat ze bij me komen en dat ze zeggen, ja, ik wil coaching doen, ik wil daar beter in worden. Dus altijd met impact maken, dat is al een plus. Ja. Op het moment dat ze zeggen, ja, ik wil gewoon veel meer geld vinden, ik wil die Lamborghini, ik wil dit, ik wil zo, ik wil zo. Ja, dan hoeven wij niet aan te kloppen, want dat is gewoon bullshit om jezelf beter voor te doen dan je bent. Kijk, ik wil ook mooie dingen kopen, maar ik zal het nooit gebruiken om dat als mijn identiteit te gaan gebruiken. En wat ik nu heel erg zie, vooral in de dropshipping scene, iedereen zit fucking stoer te doen met allemaal feestjes en auto's en shinen. Maar dat is gewoon puur een schild voor een onzekerheid. Daar prik ik zo doorheen en op het moment dat ik zoiets zie, dan zeg ik van oké, of je kan kappen met die bullshit en eerst jezelf gaan zijn, of dit gaat niet werken. Eén van de twee. Ja. En dat is ook een beetje deel van mijn missie. Er zijn heel veel jongens, onder andere dat hoe ik zelf ook was, die heel veel kracht in zichzelf hebben, maar nooit die stappen durfden te maken, omdat er altijd iemand was die weer de hele tijd vooraan stond, die de hele tijd lawaai aan maken was. Maar waren eigenlijk de jongens die veel geluid maken, maar eigenlijk weinig deden. Weet je wel, die typische, wat ze dan noemen, alpha man, ja, die heel aanwezig is, maar eigenlijk alleen maar ego probeert te beschermen. Ja. Present. Ja, snap je? Nee, nu niet meer. Maar. En ik wil eigenlijk laten zien van het moment dat je dat in je hebt, ga het gewoon laten zien. Je hoeft niet de hele tijd over te spreken, ga het gewoon laten zien. En daarna ga dan eens spreken van, hey, dit is gewoon hoe ik ben. En als je het tof vindt, hey, ga gewoon jezelf zijn. Precies. Want een voorbeeld, ik heb wel verschillende coaches die al zeggen, ja, ik heb zoveel geld verdiend met mijn business, ik heb zoveel... Mij zie je nooit pronken over resultaten van mijn business, ik mag echt niet klagen, maar dat interesseert me niet zoveel. Ik wil niet mensen binnenhalen omdat ik resultaten heb gehaald voor mezelf, maar omdat ik resultaten heb gehaald voor hun. Ja. Dat vind ik namelijk het belangrijkste, resultaten halen voor hun. Dat dan mijn eigen business daar nog mooi mee gaat groeien, vind ik mooi meegenomen. En dan noem ik toch wel voor de kijkers een paar cijfers. Wat ik wel mooi vond was dat je mensen hebt geholpen om naar de 20.000 euro omzet per maand te gaan. Of dat ze naar de 100.000 euro omzet zijn gegaan. Sommigen zijn zelfs nog verder gegaan. Ja. En dat vond ik best wel... Kijk, je zou die cijfers denk ik zelf niet zo snel zeggen. Maar dat voor de kijkers vinden ze het vaak wel fijn om eventjes een beetje richting te krijgen. Van oké, zo om zulke bedragen zo gaat. Dik wordt het. Kijk... Als ik sowieso daarop aan mag haken, iedereen die dat nu checkt. Ja. Maakt niet uit in welke positie je nu zit, alles is mogelijk. Ik heb het gezien, ik werk met jonge gasten van 20, 21, 23. Mm-hmm. Die gingen van 0 naar 100 in 2 jaar tijd. Dus op het moment dat je nu bezig bent, nu een struggler bent, ga all in. Ja. Ga je vallen, geen probleem. Iedereen valt. Hoe vaak ik ben gevallen, hoe vaak ik dacht van fuck, dit gaat nooit lukken. Prima, dat zijn alleen maar mooie momenten om eigenlijk even te omarmen en denken dat ik gebruik dat als motivatie om echt te gaan knallen. Ja. Want op het moment dat je op een gegeven moment wat successen haalt, is dat eigenlijk een bewijsstuk dat alles mogelijk is. Alleen nu is het belangrijk om te gaan kijken, oké, wat is nou precies hetgene wat die succes heeft gehaald? Ja. Dat is de reden waarom sommige jongens van 25 naar inderdaad 100k plus, en nu inmiddels zit hij al op 200k per maand. Ja. In een jaar tijd, sinds we samen zijn gaan werken. En dus puur focus op zichzelf en puur meer inzicht gaan krijgen van oké, wat is nou hetgene wat ik ben of wie ik ben en wie ik wil zijn? En wat is nou hetgene wat het allerbelangrijkste is in die business? En wat wil ik wel doen in mijn bedrijf en wat niet? Maar als je net start, all in gaan. Niet je eigen onzekerheid de hele tijd in de weg gaan zitten. Gewoon blijven knallen. En sommigen die zijn een half jaar succesvol
En dat komt gewoon puur omdat hun mindset gewoon nog wat strakker staat dan sommigen. Maar sommigen zijn na 2 jaar succesvol of na 10 jaar. Mm-hmm. Er komt gewoon een moment dat het gaat knallen. En dan moet je gewoon nooit meer stoppen. Marathon, ja, sprint. Ja, dat is een sprint. En dat is het mooie als je natuurlijk iets doet waar je passie ook ligt. En als je zelf hebt gevonden. Ja, ik moet zeggen, kijk, ik ben nu... dan ben ik soms ook wel... Ik ben niet snel jaloers of zo. Mm-hmm. En ik ben nu ook niet jaloers. Maar ik kan wel zeggen dat ik jaloers ben op de mensen die nu ook rond mijn leeftijd zijn. En dan bijvoorbeeld wel binnen 1 of 2 jaar gewoon hun succes nu echt hebben opgebouwd. Want ik ben nu bijvoorbeeld 2 jaar bezig. Mm. En ik ben nog steeds aan het strukkelen om, weet je wel, die goede klanten binnen te halen en zo. We zijn niet alleen. Daarom. En dan is wel, het geeft wel weer hoop dat andere mensen het is gelukt. Maar ik weet bijvoorbeeld wel, en daarom, ik zei het ook van tevoren, ik hou ook van die productiviteitshacks en zo, daar ben ik altijd mee bezig. Ik weet dat mijn mindset goed zit. Maar de resultaten, bijvoorbeeld in het bedrijf zelf, het is nog een beetje aan het wankelen. Mm. En dan ben ik wel bijvoorbeeld benieuwd van, oké, is het... Zeg maar, je hebt altijd de kennis voor je dag zelf. Maar je hebt ook de kennis natuurlijk voor om je bedrijf te laten groeien. Ja. Dat zijn wel 2 verschillende dingen. Want ik kan de hele dag vroeg opstaan, sporten, goede voeding hebben en zo. Maar dat betekent niet dat er dan bij zijn geld in het laadje komt, toch? Precies. Ja, sowieso allerbelangrijkste. Als ik echt heel eerlijk ben, is zeker wel eens een keer voorkomen bijna jaloers bij anderen. Nee. Waarom? En dat is misschien ook wel echt een goeie voor de mensen die luisteren. Van, luister, op het moment dat we onze focus leggen op andere mensen, leggen we de focus op dingen waar geen geld verdiend wordt. We moeten de focus leggen op het geld verdiend wordt. Want wat hun doen, hun hebben, ondanks dat misschien dezelfde soort business is, is het niet dezelfde business. Jouw business is uniek en heel anders dan alle andere businesses. Dus op het moment dat we jaloers zijn op andere mensen, dan gaan we eigenlijk zeggen dat hun iets beter doen met iets wat heel anders is dan wat wij eigenlijk doen. Mm. En op het moment dat we dat doen, nemen we onze eigen kracht weg. En dan geven we ons heel veel ruimte om bullshit excuses te verzinnen. Van ja, hij zit er wel en ik niet en ik kan het niet. Terwijl eigenlijk moeten we gaan kijken, oké, dit is wat ik nu heb. Dit is waar ik naartoe wil. En wat zijn nou eigenlijk de dingen die daar echt heen gaan? Die eigenlijk nodig zijn om daar naartoe te komen. En vaak op dat moment, als die filter weggaat van oké, wat hij aan het doen is, wat Piet, Jan en Klaas aan het doen is, maar wat ben ik eigenlijk aan het doen? Mm. En als we dan gaan kijken, oké, heb ik nummertjes, hoeveel klanten benader ik elke dag? Wat voor klanten benader ik? Wat voor producten verkoop ik? Hoeveel producten heb ik verkocht? Wat zijn de kosten? Al die nummertjes, op het moment dat daar nog geen helderheid in is, en dat zie ik heel vaak bij heel veel businesses terug, en dan is het heel logisch dat we nog geen resultaten hebben, omdat er zoveel vaagheid nog is. En wat ik eigenlijk altijd doe, is gaan kijken, oké, wat is het doel wat je hebt? Wat moet je ervoor doen om daar te komen? Ja, ik denk bijvoorbeeld in coaching business is het vaak van, oké, je moet zoveel mensen benaderen, als je het dan organisch doet. En ze zeggen van, oké, hoeveel mensen heb je elke dag benaderd? Ja, 5. Oké. Ga 10 mensen benaderen. Ga 20 mensen benaderen. Ga dan eens kijken wat de resultaten zijn. Hoeveel belgesprekken boek je? Ja, 2. Oké, misschien zit er wel iets fout tussen het mensen benaderen en het belgesprek boeken. Dus hoe meer dat je voor jezelf helder hebt van oké, waar in het proces gaat het mis? Ja. Dan kun je precies super doelgericht kijken. Oké, hier moet ik veranderingen gaan toepassen. Ja. En voor mij is het dan, in een coaching business kan het heel simpel zijn. Om dan te gaan zien van oké, het eerste bericht is heel erg, lijkt heel erg geautomatiseerd, dus daarom reageren mensen niet, moet ik dat bericht veranderen. Mm-hmm. Of misschien ben ik over iets aan het praten waar mensen helemaal geen rol van snappen. Want als ik heel erg ga zeggen van ja, ik help je productiviteit te verdubbelen, dan zeggen heel veel mensen, ja, dan kan ik net zo goed een cursus kopen of een app. Maar als ik tegen hen zeg van ja, luister, ik ga ervoor zorgen dat je omzet verdubbeld wordt binnen 90 dagen, dan is het gelijk van, oh fuck, dat probeer ik al maanden te doen, dus ik ben wel geïnteresseerd om te luisteren hoe je dat doet. Ja, ja. Of ik help je om consistenter te worden en meer structuur in je business en leven te krijgen, zodat je en je business kan laten groeien, maar ook alle vlakken, zodat je in je gezondheid en je relatie op alle vlakken sterker staat. Dan pak ik gelijk de mensen aan die inconsistent zijn, die weten van, oké, als ik consistenter ben, dan heb ik betere resultaten. Dus dan pak je gelijk de pijnpunten aan in een gesprek, maar dat kan ik alleen maar weten als ik weet van oké, wat zijn de nummertjes in mijn business en waar loopt het ergens vast. En dat gewoon heel erg simpel uitwerken. Zo simpel mogelijk is eigenlijk het allerbeste. Ja. Want ik ben ook iemand, we hadden van tevoren even over
overdenken, dat is eigenlijk mijn basis in slechte zin. Hmm. Dat zou ik vaak niet denken, maar dat is het wel. En daarom ben ik eigenlijk naar een systeem toegegaan voor mezelf, gewoon super simpel maken, zodat er geen vraagbaken zijn, overal zit of een ja of een nee op, of in ieder geval een antwoord. En als ik dan niet het antwoord krijg, dan ga ik kijken, oké, wat voor antwoord kreeg ik dan? Snap je? Ja. En dan kijken, hoe komt dat? We zijn heel vaak geneigd om het naar ons toe te trekken, terwijl eigenlijk als we het gewoon heel logisch en rationeel bekijken, kan het heel simpel zijn. En dat is, vind ik, het mooiste aan ondernemen en coaching, om dat mee te geven. Omdat ik gewoon weet hoe het is aan de andere kant te staan. Omdat ik chaotisch van origine ben. Dus ja, al die systemen die ik gecreëerd heb, is eigenlijk om mezelf te helpen. Ja. Dus, grappig, ja. Omdat ik heb gewoon nodig dat ik het heel helder heb van oké, gewoon, ik mag nul excuses hebben om het niet te doen. Ja. Of om het niet te halen. Ja, dat is wel systemen. Grappig. Want eigenlijk, als ik nu kijk naar het afgelopen jaar, heb ik eigenlijk iets gemaakt om mezelf te helpen. En nu kan ik dat verkopen aan andere mensen, waardoor hun ook weer geholpen worden. Ja. Ja. Dat is bij jou ook een beetje zo gegaan, toch? Ja, jij had heel veel moeite met studeren, jij bent dat uitgevogelen. Ja. En nu kun je mensen helpen om dat eigenlijk ook gewoon toe te passen. Ja, precies. En nu is wat jij ook bijvoorbeeld hebt van, ik zit nu weer in die fase dat ik nog dieper alles ga uitdenken en kijken van oké, hoe kan ik zorgen dat zij minder tijd kwijt als zijn aan het studeren, of hoe ze die stappen makkelijker kunnen opvolgen, hoe kan ik het nog duidelijker maken, in plaats van alleen maar vertellen. Want als ik dan een one-page maak met precies de stappen die ze moeten opvolgen, elke keer als ze gewoon moeten gaan leren, weet je wel. Mm-hmm. Zodat ze zelf helemaal eigenlijk niet meer over hoeven na te denken. Alleen je geeft gewoon een video, krijgen ze kennis. Dan hoeven ze die kennis hoeft ze niet eens toe te passen. Nee, ze krijgen gewoon een one-page waarin alles erop staat. Dus dat is wel weer een proces van oké, we maken het weer next level, waardoor het hopelijk straks nog beter gaat. En ik ben benieuwd, en dat is, jij zegt hou het simpel. Wat ik nu bij mezelf merk is van, ik kan mijn cursus verkopen via webinar, via advertenties. Ik kan mensen via Instagram benaderen. Ik kan ervoor zorgen dat ik veel stories ga maken en zo. Ik zie heel veel kans van wat ik allemaal kan doen. En ik denk aan de ene kant van, ja, ik kan alles wel gewoon een beetje doen. Maar jij zegt ook simplicity. Zeg je dan van, zorg ervoor dat jij gewoon één ding hebt wat gewoon goed werkt. En houd het gewoon daarbij voor de komende periode. Of zeggen van nou, want we zijn wel met advertenties bijvoorbeeld bezig geweest. En we zagen de advertenties zelf lukte wel. Mm-hmm. Maar de website sloeg niet aan. Dus daar mist nog iets. Misschien die webinar die we dus niet hebben gegeven op de website zelf. Hebben we nu ook helemaal weer hersteld en alles gemaakt. Zou je dan in mijn situatie zeggen van oké, pak bijvoorbeeld advertenties en webinar weer op. Of we zijn ondertussen ook goed op Instagram. Ga harder groeien op Instagram, want dan pak je ook meer klanten. Ja. Ja, dat is sowieso een goede vraag. Ik denk dat heel veel mensen daar sowieso mee struggelen. Tenminste, ik zie het bijna iedere keer. Allerbelangrijkste, vooral in deze fase, is één ding. Gewoon één ding, één flow, één route. En daar al in meegaan. En niet maar een week, maar een maand. Of misschien een anderhalve maand. En dan heel erg goed voor jezelf documenteren van ik doe dit en dat is het resultaat. Dus eigenlijk, ja, ik zeg altijd input en output. Ja. En vaak op het moment dat we het resultaat niet halen, gaan we hier ergens wat proberen te fixen. Terwijl we moeten gaan kijken waar komt het vandaan. Ja. Dus op het moment dat we dat consistent hebben, kunnen we gaan kijken, oké, wat krijgen we eruit? En is hetgeen wat we eruit krijgen, hetgeen wat we willen. Als het niet zo is, moeten we hier aan gaan sleutelen. En dat elke keer aanpassen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, hey, bijvoorbeeld die webinar met ads. Ja, daar kun je heel makkelijk voor jezelf gaan kijken, oké, ads, er komen wel mensen op de website. Maar ze kopen niet. Ja. Oké, ligt het dan aan de doelgroep of ligt het dan aan de website? Oké, ligt het misschien aan de website, maar je kan ook dan weer met een bepaalde app kun je zien van oké, hoe bewegen ze over de website? Oké, daar op de website moeten misschien andere dingen aangepast worden en dan zie je in één keer de conversie omhoog gaan. Hmm. Dat is hetzelfde voor coaches of vooral bij dropshippers zie ik het heel erg. Gasten beginnen allemaal verschillende stores in verschillende landen. En dan vinden ze het dan raar dat ze geen resultaten boeken. Belangrijkste is, kies eerst één land, ga daar al in mee. En dan gaat dat proces, dupliceren eigenlijk, op andere landen. En dan kijken. Leren lopen voor je kan rennen. Ja, juist één ding. Want luister, ik ben ook iemand, ik hou van heel veel dingen tegelijk doen. Mm-hmm. Maar dat is ook hetgene wat me minst snel liet groeien. Dus ik moest wel
mijn mantra voor 2021 was simplicity is key. Want afgelopen jaar had ik echt wel wat successen geboekt. Alleen, ik maakte het mezelf veel te moeilijk door heel veel verschillende dingen te doen. Na een paar weken ging ik wel daar naartoe. En ik switchte de hele tijd van links naar rechts. Maar op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, fuck it. Ik ga gewoon één flow doen, één manier. Één type mensen aanspreken. En op een gegeven moment zie je in één keer, ja, dan begint dat te pakken. Op het moment dat je dan cashflow hebt, kijk, dan kun je mensen in aannemen om het proces uit te voeren, zodat je zelf kan focussen op de business. Ja. En kijken, oké, dit staat. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat op nieuwe strategie, ja, en dat proces ook weer strak kan krijgen. Ja. En zo elke keer, ja, ik zie het als een soort van, als je Battlefield hebt van die campaigns, weet je wel, als je dan elke keer een eilandje verovert, moet je eerst het eilandje veroveren en je weet precies wat je hebt gedaan. En dan kun je met die basis en die informatie gaan kijken, oké, hoe kan ik het volgende eilandje pakken? En elk eiland is natuurlijk anders, een iets andere vijand. Ja. Maar de basis blijft hetzelfde. Want ja, als jij een leger op alle eilanden tegelijk verspreidt, ja, dan worden ze natuurlijk vermorzeld. Ja, ja. Op het moment dat je één voor één pakt, mm-hmm, ja, dan kun je veel meer gericht het uitvoeren. Ja, en wanneer neem je dan het besluit om, als je eiland A niet kan veroveren, mm-hmm, en je bent er al anderhalf maand mee bezig of twee maanden, misschien langer, dat je keuze maakt om dan B te gaan veroveren eerst voordat je naar A gaat bijvoorbeeld? Ja. Dus ja. Misschien lastig om te zeggen, want je hebt weinig context in dit geval, mm-hmm, maar heb je daar een beetje richting in? Jawel, zeker. Kijk, je moet voor jezelf wel een soort van nullijn bepalen van hey, tot hier en niet verder. Want ja, op een gegeven moment ja, is klaar is ook klaar. Weet je wel, als je iets probeert en elke keer probeer je iets nieuws. En elke keer ben je iets aan het passen en je ziet gewoon helemaal geen verschil. Dan kun je echt afvragen, oké, wat is er eigenlijk gebeurd? Hoe komt het? Mm-hmm. En als je dan beseft hebt van, hey, oké, het totale concept slaat niet aan. Ja. Dan kun je het misschien op andere dingen ook aanpassen. Maar dan moet je misschien eerst terug naar de basis gaan worden. Maar wat ik vooral wel zie en merk is dat bepaalde strategieën, als we dan kijken naar sales, dat de ene strategie werkt gewoon veel beter voor dat type business dan de andere. Dus bijvoorbeeld voor mij, als ik naar mijn eigen kijk, nu toevallig, ik heb vorige week NLP-cursus gevolgd, dan kwam ik weer tot inzichten van, hey, mijn strategieën werken wel, maar dat is eigenlijk helemaal niet in lijn met hoe ik echt ben. Hmm. Dus ondanks dat ze werken, heb ik het gewoon geschrapt en ik, ja, ik vind het belangrijk dat alles in lijn is met wie ik ben en waar ik voor sta. Dus wat heb ik eigenlijk gedaan? Dus gaan kijken, oké, terug naar de basis. Want het kan veel beter op het moment dat het echt in lijn is met wie ik ben. Ja. En mijn business. Dus op het moment dat je nu merkt van, hey, dit werkt niet, kun je jezelf afvragen, oké, zo via een webinar verkopen, is het wel iets wat je echt tof vindt? Is het wel iets wat jou ligt? Is het wel iets wat je zou willen? Ja. Want lang verhaal kort, alles werkt voor iedereen, alleen moet er wel met een bepaalde intentie in kunnen stappen. En dat moet je ook echt liggen. Want als het je niet ligt, dan ga je het alleen maar doen voor het geld. En op een gegeven moment gaat het toch wel aan je vreten. En dan denk je van ja, dat is gewoon niet hoe ik het wil verkopen. En dan gaat het, ja, dat zie ik gewoon heel vaak terug. En dan is dat ook de reden waarom ze het niet halen. Omdat ze gewoon constant in hun hoofd gaan zitten. Constant overdenken. Omdat eigenlijk is het gewoon niet waar je eigenlijk echt voor staat. De gut feeling, die soort van, ik ben nu weer Start with the Why voor de tweede keer aan het lezen. Daar heeft hij het ook over het limbische brein en nou ja, het binnenste stuk van je brein, dat eigenlijk, bijvoorbeeld als, vaak als iemand aan je vraagt van, goh, waarom ben je bijvoorbeeld met je vriendin getrouwd? Dat is een vrouw. Zeggen mensen, ja, ze is zo grappig, ze is lief. Maar er zijn heel veel vrouwen die leuk, grappig en lief zijn. Het is iets diepers, iets wat van binnenuit komt, wat je voelt, maar niet per se onder woorden kan brengen. En dat is vaak ook bijvoorbeeld de reden dat mensen helemaal fanatisch zijn over bijvoorbeeld Apple. Ja. Er zijn genoeg computers die goed zijn en goed werken, maar er is iets hier. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat als je dat voor je business hebt, dat je dat kan uitdragen naar mensen. Mm-hmm. Maar ik ben heel benieuwd hoe, ik weet niet of je met dropshippers werkt of je meestal zijn toch wel een stuk of 6-7. Precies, en dan ben ik altijd heel benieuwd hoe, ik heb dat ook een tijdje gedaan, nu al een hele tijd niet meer, omdat ik bijvoorbeeld merkte dat het mij mijn intern helemaal niet lekker lag. Hoe merk je bijvoorbeeld dat het bij die jongens dat beweegt? Want ik kan me voorstellen, over het algemeen met dropshippen verkoop je natuurlijk redelijk wat meuk. Soms. Ja, in ieder geval, hoe zeker, ik het ken. Ja, zeker. Je verkoopt meuk, de klantservice is
subpar, niet ideaal. En het is heel erg eigenlijk gewoon inkomensgericht. Mm-hmm. Hoe ga jij daarmee om als jij zegt van ik wil juist dat mensen heel erg navigeren vanuit die why? Iemand kan naar je toe, je zegt ik zie die potentie wel, maar het is eigenlijk een diehard dropshipper. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, kijk, het allereerste wat we altijd doen is we gaan de kernwaarden opstellen van hey, wat zijn de waarden die voor jou het allerbelangrijkste zijn? Dus bijvoorbeeld vrijheid, ondernemerschap, kracht, discipline, whatever jouw kernwaarden zijn. Vanuit daar gaan we kijken, oké, alles wat je doet in die business is dat wel echt matchen met die kernwaarden. Ja. En als het nu die business goed gaat, ik had toevallig iemand laatst, ja, die ging echt keihard. Maar hij zegt, ik heb het totaal helemaal, mijn passie is totaal weg, ik heb er eigenlijk geen zin meer. Dan zeg ik hem, oké, ik ga eens terug naar de kernwaarden, ga eens kijken, waar gaat het fout? Ja. Ja, ik ben nu een beetje een eentonig iets in doen. Ik vind het juist super leuk om dingen te bouwen. Dus wat tast het aan? Vrijheid. Want nu zit je in je business te werken als een fucking slaaf. Hmm. En het gaat kei lekker, maar op een gegeven moment merk je, geld is niet alles. Dus ja, om antwoord te geven op je vraag, eerst die kernwaarden opstellen en kijken, oké, tot hoever wil je gaan? Natuurlijk, dropshipping is voor de meesten een soort van kickstart om naar het volgende level te gaan. En dat kan heel goed gaan. Alle jongens die ik coach, dat zijn wel gasten die gaan niet echt een meuk van een fucking kopen. Maar ze kijken wel van, oké, hoe kan ik het zo ethisch goed doen, zodat het gewoon ook goed voelt, zodat ik mezelf niet het gevoel heb dat ik een scammer ben. Ja. Dus dat zijn wel de dingen waar we echt naar kijken van, oké, ik wil het wel doen, ik kan het goed nu. Maar zodra het te hard gaat of heel hard gaat, dan wil ik wel naar iets nieuws stappen, een eigen brand opzetten. Dat zie ik eigenlijk bij iedereen. Dat is dropshipping sowieso wel een dingetje. Alleen ja, het begint wel bij je eigen ethiek, zeg maar, naar jezelf toe. En naar de medemens. En dan is wel echt belangrijk dat je er ook dichtbij blijft. Want anders ga je jezelf in de weg zetten. Ga je je ego voeden. En dan ga je alleen maar, ja, kijk mijn geld. Maar ja, als iemand tegen mij zegt, kijk mijn geld. Dan zeg ik, oké, volgens mij ben je fucking zielig. Als je kijkt naar mijn geld en mijn spullen, moet zeggen, dan zeg je eigenlijk, ik ben niks waard, maar ik heb wel spullen. Ja. En ja, dan is het belangrijk om eerst dat, kijk mij gewoon, weet je wel, wie ik ben. En dan komt de rest vanzelf. Ja. Wel leuk hoe je dat zegt. Ja. En hoe ga je ermee om met, want dit is iets waar ik zelf best wel mee struggle. Ik ben op een gegeven moment een brand begonnen, dat ging best wel goed. Maar ik merk dat het... Gewoon dat er dingen zijn die misschien niet helemaal aansluiten bij mijn why. Gewoon een stukje onderbuikgevoel van... Bijvoorbeeld als het lastig wordt, raak ik snel de motivatie kwijt. Omdat ik denk van ja, als het heel uitdagend is, dan heb ik er geen zin meer in. Maar hoe zorg je dat mensen die kernwaarden bij zichzelf ontdekken? Want ik heb daar best wel vaak voor gezeten, dingen opgegeven. Maar echt dat gevoel van, oh, nu raak ik de kern, heb ik zelf nog nooit bereikt. Heb je er tips voor, ook voor mensen thuis die het kijken? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Wat ik eigenlijk altijd doe is, ik heb bijvoorbeeld een standaard lijstje met kernwaarden, maar je kan gewoon googlen van core values of kernwaarden. En ga eerst eens kijken, oké, wat matcht met je? Dus eerst die lijst opschrijven. En daarna eigenlijk een soort van, je wil het dan gaan verdunnen tot ongeveer 5 tot 10. En voor jezelf echt opschrijven, oké, wat betekent dat voor mij? Bijvoorbeeld authenticiteit staat voor mij op, hij stond op 1, nu is hij langzaam naar 2 gegaan, omdat ik toch denk van, moet. Is toch bij mij nummer 1. Als ik kijk naar alles wat ik gedaan heb, heb ik toen daar altijd het meeste uitgehaald. Maar voornamelijk gekeken, oké, wat betekent authenticiteit voor mij? Voor mij betekent authenticiteit niet met blauwe haren rondlopen en gek liggen te springen. Voor mij betekent authenticiteit van gewoon mezelf durven te zijn, uitspreken over mezelf durven te zijn, maar ook gewoon anders durven te zijn dan de rest. Ja. Dat is voor mij authenticiteit. Moed is voor mij heel erg gewoon de dingen doen waar je eigenlijk altijd bang voor bent en daar al in mee gaan. En op het moment dat je daar steeds meer helderheid over krijgt van wat betekent dat voor jou, ga je het ook steeds meer herkennen. Maar als ik nu eens doe wat ik nog nooit heb gedaan en ik moet bijvoorbeeld vorige week in de cursus, kon je een soort van public speaking momentje pakken waar je gewoon je verhaal deed delen. Ja, daar komt moed bij kijken om toch open bloot alles te vertellen, ook over je struggles en je pijnpunten. En op dat moment voelde ik me zo in flow. Dat ik dacht, kijk, dat zijn mijn kernwaarden en daar ga ik mee in zee. Andere kant van het verhaal, toen ik bij het high-tech productiebedrijf werkte als teamleider logistiek,
toen heb ik in 1 jaar tijd 44 mensen moeten ontslaan. Lekker. Ja, en dat was totaal tegen mijn integriteit aan en ook tegen mijn kernwaarden. Nog van bovenaf. Ja. Dat, Kijk, dat was heel erg hoe noemen we dat? Meer een soort van resultaatgerichte omgeving. Ja. Wel uitzendkrachten, maar dan nog voor mij maakt niet uit of ze uitzendkracht zijn of niet, zijn gewoon mensen. Mm-hmm. Op een gegeven moment zeiden ze tegen mij, luister, je moet die twee mensen gaan ontslaan. Ik zeg, ja, luister, gaat niet gebeuren. Ik zeg, ze zijn mijn twee beste werknemers. Maakt mij niet uit of het een Pool en een Italiaan is, dat het geen Nederlanders zijn, maar die ga ik niet ontslaan. Hij zei, ja, het gaat toch gebeuren, want we hebben ruzie met het uitzendbureau en dat is de enige manier hoe we van het uitzendbureau afkomen. Ja. Dus ja, gewoon zo'n vies spelletje spelen. Ik zeg, ja, luister, dat ga ik niet doen. En toen merkte ik aan mezelf, was ik echt van binnen intern gekookt en dacht ik, ja, prima, dan gaan we all in. Ja. Maar dan ik ga het niet laten gebeuren. Ik bedoel, ik ben geen poppetje, die een slaaf is voor geld. Toen ik thuis kwam, niemand begreep mij dat ik daar zo boos over kon worden. Maar luister, ik ben geen slaaf voor geld. Ik laat me niet gek maken voor geld. Nee. Ik bedoel, ik wil leven mijn eigen leven. Dus op een gegeven moment, elke week kwamen ze weer tijdens de meeting. Ja, en heb je ze al ontslagen? Ik zeg, nee, als je het wilt doen, ga het lekker zelf doen, weet je wel. Het gaat niet gebeuren. Lang voor kort, nu werken ze nog steeds. En ze hebben ze volgens mij een vast contract. Ja, precies. Snap je? Ja. Maar dan is het wel van, ook al werken je er nu zelf niet meer. Ja. Je hebt nog wel steeds het goed gevoel dat je het juiste hebt gedaan op dat moment. Ja. Dat is iets wat je op korte termijn zou je denken, ja, fuck it, ik doe het gewoon. Maar op lange termijn zou het je toch wel aan je gaan knagen. Misschien of, weet je wat het is, dan heb je niet naar jezelf geluisterd. Dus je gaat jezelf anders voordoen dan je eigenlijk bent. En dan ga je over tijd ga je daar ook, ik weet niet, ben je dus minder jezelf. Ja, 100%. Ik denk dat het ook wel is, weet je wel. Wat je ook zei op de middelbare, dat heeft, volgens mij heeft dat bijna iedereen wel. Op de middelbare kom je in een hele andere cultuur. En dan moet je jezelf voordragen als iemand die je eigenlijk niet bent, waar je jezelf nog aan het ontdekken bent. En dan ga je onbewust een heel schild opbouwen. Het vormt je fucking lang, man. Precies. Ja. En dan ben je, nu zitten wij op die leeftijd dat je het allemaal weer van, hey, ik heb echt een heel muur om me heen. Maar ik voel me veel te klein hier. Ik wil juist de muur weer lekker gaan afbreken. En dat is iets waar je, wat ik zie bij de oudere generaties, van die hebben die fase volgens mij nog niet echt, die hebben het misschien ook wel gehad hoor, maar dat ze dat niet echt hebben gedaan. Ik zeg niet, ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik merk gewoon van wij zijn die generatie dat we zo bewust van onszelf en van productiviteit en zelfontwikkeling bezig zijn, dat we dat echt kunnen zeggen van oké, we hebben een muur, we zien het allemaal bij elkaar. Nu moeten we nog gaan slopen. Ja man, want als je kijkt naar de oude generatie, vooral mannen. Kijk, ik werkte met mannen. Bijna niemand van onze ouders, van onze vaders, heeft echt geleerd met hun emoties om te gaan. Nee, apart hè? Ja, alleen maar hard werken mensen. Man. Ja, alleen maar hard werken en dat is een fucking probleem. Een van de dingen die ik echt preach en ook mijn co-coach, zijn missie is kwetsbaarheid. Dat een kracht is. Ja. En voor mij ook van, hey, luister, durf gewoon je emoties te laten zien. Ik bedoel, vanuit daar creëer je alles. Mijn vader en ik delen echt letterlijk alles. En dat was voor mij zo belangrijk. Maar ik zie dat zoveel vrienden van mij en zoveel mensen in mijn omgeving dat helemaal niet kunnen. Hmm. Want een vader dat nooit heeft geleerd. Hmm. En dat is niet erg, weet je wel. Maar daardoor creëer je wel een barrière tussen die twee. Terwijl eigenlijk zou dat gewoon nooit moeten zijn. En dat is ook weer een onderdeel van mijn business en mijn missie, zeg maar, van luister, durf echt letterlijk overal in je alles te zijn, want dan ben je een voorbeeld voor anderen. Want dat schild wat je hebt is een groot probleem. Ja. En dat is mooi dat je zegt, maar inderdaad, de millennial generatie of de nieuwe generatie, zeg maar, die zijn er wel steeds meer in aan het komen van, hey, dit is wat ik voel. Wat zeg jij? Kijk, we kunnen wel heel erg doorslaan, want dat merk ik nu ook wel heel erg. Dat we best wel ook een pussy generatie krijgen. Maar ik bezweet een beetje, dus ik heb geen zin vandaag. Ja. Maar er zit wel een mooie middenweg tussen. Als je, daarom is tough love in mijn ogen zo belangrijk. Van, hey, ik ben keihard voor je om jouw standaard naar een hoger niveau te tillen waar je graag wil zijn, maar zelf niet durft te komen. Ja. Maar ik ben wel heel erg open voor je, zodat op het moment dat je het moeilijk hebt,
zal ik er altijd voor je zijn, zal ik je niet wegpushen en zeggen van, hey, kom op, niet janken, maar gewoon doorgaan. Ja. En want dat werken we niet. En dat is een beetje wat onze ouders wel allemaal geleerd hebben. Van, hey, ja. Als je geen zin hebt, prima, maar je gaat gewoon werken. Als jij kinderen hebt, moet je gewoon bij elkaar blijven. Als jij dit hebt, weet je wel. Als Ja, mijn pa die vertelde daar een tijdje geleden een mooi verhaal over. En mijn opa en oma zijn echt de liefste mensen die je kan bedenken. Mm. Maar hij zei van, ja, huilen was bij ons gewoon, werd je vriendelijk verzocht om dat gewoon even op je kamer te gaan zitten. Ja. Van, ja, weet je wel, het is prima, maar doe dat gewoon even voor jezelf. Ja. Hou dat gewoon daar. En dat was, ja, dat was gewoon normaal. Ja. Dat was gewoon hoe het was. Maar dat ben ik wel benieuwd, want wij hebben het hier ook wel eens over gehad. Dat ik vind het bijvoorbeeld moeilijk om te huilen. Gewoon dat het is een soort van blokkade in mezelf. Ja. En ik weet dat dat ligt aan het feit dat er allerlei soort van beperkende gedachten zijn. Dat je dan niet mans genoeg bent of weet ik voor wat. Alleen ik merk gewoon dat ik zit nu bijvoorbeeld al een tijdje best een lastige fase. Dat ik wat meer last heb van paniek aanvallen. En dat ik gewoon, ik ben net klaar met studeren. En moet allemaal dingen, keuzes gaan maken. Ja. Dat ik denk, wat de fuck moet ik nou allemaal gaan doen? En ik zei gisteren nog tegen mijn vriendin. Ja, ergens heb ik gewoon al een paar weken het gevoel dat ik echt wil janken. Ja. Maar ik kan gaan zitten en het proberen. Het lukt gewoon niet. En hoe ervaar jij dat? Heb jij zeggen van, ja, ik kan prima janken? Of merk jij dat ook nog steeds, ja, dat soort van moeilijk is? Dat is een perfecte topic, vooral na vorige week. Vorige week heb ik NLP-cursus, of de eerste week van de NLP-opleiding gedaan. Neuro-linguistic programming heet dat. Ja. En een van mijn dingen is heel erg, ik heb geleerd om emoties heel erg te neutraliseren. Dus dat gaat ervoor zorgen dat je wel makkelijke resultaten boekt. Ja. Maar uiteindelijk ook een positieve zin. Ik heb tot vorige week, serieus, letterlijk tot vorige week, altijd moeite gehad met trots op mezelf te zijn in de vorm van voelen. Ik was het wel, maar ik voelde het nooit. Dus daar heb je niks aan. Dus een van de dingen die ik vorige week ervaarde is, ik was in de auto terug naar dag 3 en ik had alle inzichten die ik eigenlijk al een half jaar had. Alleen deze keer landden ze gewoon iets anders. Ik was ook deze keer had ik het gevoel echt van, wow, volgens mij heb ik gewoon de afgelopen 15 jaar op 80% geleefd van wie ik echt ben. Ondanks dat ik dus alles al preachte, kwam ik er dus vorige week eigenlijk achter van, wow, daar zit dus nog meer achter. En toen reed ik terug in de auto en ik was met mijn vader in bellen, gewoon dezelfde inzichten delen. En van, ja, zie je, ik denk echt wel dat het ligt aan dat ik nooit echt die trots voelde. Ondanks dat ik weet dat ik trots mag zijn, maar ik heb gewoon het gevoel van, ja, alles wat ik doe, aan iedereen, omdat ik gewoon altijd mijn eigen boontjes had gedopt. Hmm. En in één keer voelde ik een zware emotie in mijn gezicht. Ik zeg tegen een paar, ik zeg, luister, volgens mij moet ik janken. Ik zeg, laat deze keer gewoon een keer gaan. Ja. En in één keer kwam dus een besef van mij, van, wow, fuck, dit doe ik dus altijd. Ja. Ik doe altijd, op het moment dat ik emoties hoog voel, skip ik ze. Ja. Doe ik ze neutraliseren. En daarom moest ik op begrafenis, dan moet ik altijd fucking hard janken, omdat daar was voor mij de trigger van, hey, daar mag het. Ik heb dat dronken. Ik ben dronken echt een janker. Ben je zo ik ben dronken. Ja, ja. Niet elke keer, zeg maar het komt wel eens voor dat ik dan gewoon ineens boos ben op alles en alleen maar moet janken. Maar dat komt ook waarschijnlijk omdat het gewoon alleen maar opstapelt. Wow. En dan ben ik te lam om nog iets tegen te houden en dan ben ik gewoon gereduceerd tot een kind. En dan komt het er ineens uit. Maar dat is wel 100% het ding. Ik kwam er dus achter dat ik dacht dat ik de afgelopen jaren heel veel belemmerende overtuigingen had teniet gedaan. Hmm. Toen kwam ik er in één keer achter. Er is er eentje die er nog steeds in zat van de afgelopen 15 jaar. En dat was dat ik gewoon rustig aan moest doen, want ik ben te veel, ik wil te veel als ik hoog in mijn emoties zit. Hmm. Wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat ik hoog in emoties zit, in positieve zin, iedereen zegt tegen mij, hey, doe eens rustig aan. Veel te druk, je wil veel te veel. Dat kan je alleen maar teleurstellen. Hmm. Terwijl ik juist dan niet afgeremd moet worden, omdat ik dan gewoon echt vol in mijn energie zit en alles. Dus op een gegeven moment ging ik dat toch maar doen wat iedereen elke keer zei. En daardoor heb ik dus ook mijn emoties geblokkeerd. Dus op het moment dat ik in Bali was, mijn vriendin was zo euforisch. En ik was zo, ja, is dit het? Ja. En ik dacht, ik voel helemaal niks. Nee. En ik dacht, vind ik wel zonde, want ik ben mooie plekken geweest en je voelt helemaal niks. Ja, je voelt wel iets. En ik ben eigenlijk iemand die heel erg emotioneel persoon is. Ik kan emoties heel goed aanvoelen. Maar ja, ik had mezelf aangeleerd om te neutraliseren. Dus inderdaad het gevoel dat je zegt, hey, dat ik soms in één keer dacht, fuck it, ik ga gewoon naar mijn opa en oma's begraafplaats en daar gewoon janken om excuus te hebben om even te laten gaan. Mm. Ja. En dan ging ik er nooit naartoe. Maar eigenlijk dus heb ik mezelf aangeleerd van, oké, op het moment dat emoties te hoog worden, ben ik bang om controle te verliezen, omdat alle andere mensen altijd zeggen van, ja, je bent dan te veel. Dus in die auto
herkende ik het weer, alleen liet ik het gaan. En toen gebeurde iets heel raars. Ik reed door naar mijn vriendin. En we waren gewoon normaal gesprek aan het voeren. En in één keer voelde ik het weer. Ik dacht gewoon, fuck, ik moet weer janken. Ja, gewoon weer. Ik zat ja. daar in een auto, moest weer. Ja. Mm-hmm. En dat was niet van verdriet, maar meer van trots. Van, hey, er gebeurt iets in me. Mm-hmm. En dit is iets wat ik daar... Ja, ja. Super vaag, want intuïtie is het allerbelangrijkste, in mijn ogen de allerbelangrijkste skill die je kan hebben. Maar het begint met volle bak ervaren van je emoties, positief en negatief. Ja. Want anders krop je het op en waardoor, wat gebeurt er dan? Dan ga je overdenken. Wanneer ga ik overdenken? Als ik mijn emoties opkrop. Dus daarna, ja, in de afgelopen week, een paar keer dat ik gewoon met bepaalde oefeningen, best wel impactvolle oefeningen, moesten we een foto van toen ik 12 was, moesten we bekijken. En ik keek namelijk, ik moest in een keer fucking hard janken en trots, ik kreeg kippenvel over mijn rug en dacht, wow, oké, dit is dus weer intens emoties voelen. En vanaf dat moment liet ik het mezelf weer toe. Ik merk wel dat ik nu weer een klein beetje in het oude patroon zit, maar wel wat meer open ben. Dus het geeft me weer ruimte. Ja. Op het moment dat ik dan spreek, spreek ik meer met emotie, waardoor het meer impact heeft. Dus precies dat zie ik bij heel veel gasten terug. En nogmaals, een van de redenen waarom ik mannencoach, om te laten zien, laat alles gaan. Het is juist krachtig. Mm-hmm. Ik heb een vent van 40 plus, ex-militair, en nu bij de politie. Daar heb ik zien huilen als een baby op het podium. Omdat die, zijn ouders lieten hem nooit toe om te huilen. Ja. Dat is slecht. Ja. En hij voelde zich zo bevrijd daarna alsof hij een nieuw leven ging. Ja, dat is bizar. Zo bizar. En ik ben niet iemand die dan de hele tijd zegt, ja, oké, nu moet je de hele tijd huilen bij elke keer dat je doet. Maar op het moment dat je het voelt, laat het gewoon gaan. Ja. Accepteer het, laat het vloeien, want het heeft wel een reden. En dan hoef je het niet als excuus te gebruiken en zeggen, oké, ik voel het gewoon, laat het gaan, dan gaan we weer door. Ja. Wat de meeste mensen doen is, ja, sorry, sorry, en dan ga je jezelf aanpraten dat dat slecht is, ja. Weet je wel. Ja. Ja. Dus dan krijg je een negatieve emotie combineren met huilen. Je gaat je excuseren voor je gedrag. Je hebt ook wel een interessant boek. Kijk, ik moet zeggen dat het... Let it go. Het is best wel... Ja, zweverig ja, is. Die is fucking, ja, die is fucking... Ja? Ja, ja, hebben we gelezen. Ja, okay, ja, echt want, wel, aan de ene kant vond ik het best een zweverig boek. Ja, dat is waar. Als ik... Ja, wat je nu ook weer zegt, er zit wel heel veel waarheid in. Het heet trouwens Letting Go van... Hawkins. Ja, hij is overleden inmiddels. Voor iedereen die het kijkt, dan weet ze ook waar het over gaat. Ja. Maar daar herken ik ook wel heel erg wat jij inderdaad aangeeft. Dat hij zegt ook eigenlijk van laat gewoon al die emoties zeg maar komen. Want als je ze niet laat zijn, zijn ze niet weg. Maar dan gaan ze gewoon een plekje in je lichaam nemen, zeg maar, en opstapelen en opstapelen. Dus dat is wel interessant dat je dat zegt. Dus nou ja, je hebt hem al gelezen. Dus ja, ja, dat is echt superkrachtig. Want ook als we nu kijken naar de huidige situatie, er is heel veel angst, er is heel veel woede. Mm-hmm. Mensen laten nooit hun emoties fatsoenlijk gaan, dus gaan ze zich vastgrijpen aan andere dingen dan zichzelf. Ja. Snap je? En dan hebben ze weinig geloof van zichzelf en dan hangt daar emotie in vast. En dan zien ze dat is het moment dat ze wel emoties mogen tonen. Ja, en dan ga je gewoon weer heel veel focus krijgen op dingen die helemaal nutteloos zijn. Dan ga je eerst op jezelf focussen. Ja. En als het dan... Ja, ik had voor de eerste keer, mijn vriendin was, ze had haar scriptie gehaald en ik voelde gewoon blijdschap. Dat ik, oké, okay, zie je, ik kan het wel, weet je wel. En waarschijnlijk voelde ik die andere keer ook, alleen nu heb ik het gewoon geleerd te neutraliseren. Mm-hmm. Maar hoe mooi is het, dat als je dan iemand anders zijn vreugde kan vieren door het zelf ook te voelen. Ja. Mm-hmm. Dat is in mijn ogen ideaal leven. In ja, mijn man. Ogen is, mensen zijn allemaal geld aan het chasen voor gelukkig te voelen. Maar wat als je nou dat geluk nu al kan voelen? Snap je, wat ben je dan nog in aan het jagen? Ik heb dat heel erg. Ik heb ook een tijd bij een psycholoog gelopen toen ik 16, 17 mm-hmm. was. En daar werd me toen ook continu verteld van, ja, jij leeft hier. Ik leef eigenlijk als een ballon. Ik heb een klein touwtje eronder, zeg maar, en dat is mijn lichaam. Maar alles gaat hier in gevoel. En ik herken heel erg ook nog steeds wel wat jij zegt. Achteraf heb ik vaak dat ik misschien nog meer geluksgevoel over situaties kan ervaren dan op het moment zelf. Ik kan op vakantie zijn, ik kan geslaagd zijn, allerlei dingen. En ik ben eigenlijk altijd vrij neutraal eronder. Nou, dat ik denk van, ja, ik vind het nice, maar that's it. Mm-hmm. Dus nu ook in het gesprek met jou doet me wel weer beseffen dat ik daar echt weer veel meer achteraan moet gaan. Omdat ik inderdaad, dat is zo belangrijk. En dat vind ik ook echt tof aan wat jij doet. En ik wist nog niet dat dat zo diep ging, dus ik vind dat heel tof om dat in het gesprek te ontdekken.
Kijk, je hebt in al die cursussen, ik heb wel dropship cursussen gehad en branding cursussen, er zit altijd een stukje mindset, staat er dan bij. Ja, dat is dan bullshit, man. Ja, ja. Staat dan schrijf je affirmaties op, lees ze 3 keer per dag voor en geloof echt in jezelf. Woe, let's go. Terwijl, ik denk dat het stuk wat jij nu zegt, het letting go gedeelte, ding emoties accepteren, dat voor zoveel mensen, daar gaat het heel vaak op een gegeven moment fout. Mm. Dus op een gegeven moment, of je gaat heel veel geld verdienen en het flikkert allemaal op een gegeven moment om, of het gaat eerder afhoud, of je zit in een relatie waar je uiteindelijk doodongelukkig in wordt. Dat in contact zijn en blijven met je emoties. Ja, ik denk dat dat key is voor het leven gewoon. Ja, man. Ja. De reden waarom ik die NLP-cursus deed, is ik heb best wel wat mentor coaching gesprek gehad. Puur omdat ik merkte van, hey, elke keer als ik succes behaalde, mensen complimenteren, maar ik ging mezelf saboteren, zodat ik niet te hard ging. Ja. Dat deed ik gewoon onbewust. Dus bijvoorbeeld, zeg maar, begon net met coaching, 5k omzetdoel, oké, 5k gehaald, ik voelde er niks bij, prima, dan 10k, dan 20 en dan weer verder. En ik voelde niks. Mm-hmm. En elke keer, bijvoorbeeld, ik heb trackingsystemen gemaakt, ook voor mijn huidige business coach, ben ik nu inmiddels ook coach binnen zijn business. En hij is best wel een groot netwerk al op het bouwen. Dat zou echt iets zijn waar ik echt super trots op zou mogen zijn. Hij was me constant een veer in mijn reden steken. En ik dacht, wat zit die gasten allemaal te lullen, man? Ja. Ik doe maar wat, weet je wel. Ja. Terwijl eigenlijk op dat moment, als je dan dat gevoel kan ervaren, dan weet je, dat wil ik nog een keer. Dat wil ik nog meer. Want dat is wat je wil. Dat is in mijn ogen onoverwinnelijkheid. Dus de reden waarom ik die cursus ging doen, is weer even teruggaan naar de basis. Van, hey, wat als ik nou elke dag dat gevoel van trots en onoverwinnelijkheid kan opwekken? Door gewoon, als ik mijn dag gewoon gefixt heb en het is gewoon lekker, boom. Morgen weer. Ja, precies. De kleine dingetjes een beetje, man. Maar ik vind het wel, het is natuurlijk belangrijk om te onderscheiden. We hebben een tijdje gevolgd van Gary Vee, waar helemaal fanatiek van hem. En Gary Vee zei altijd van, je moet jezelf afsluiten voor de negatieve emoties. Maar dat betekent vaak ook dat je daarvoor je moet afsluiten wat, bijvoorbeeld, ik kan je deed het veer in je kont steken. Maar daardoor word je een beetje te tof ervan, weet je wel. Terwijl je nog niet eens zo ver bent of nog veel meer kan. Dan ga je ergens op een level stoppen waar je misschien nog in door kan groeien. Maar wat we nu dus ook zien is van, er moet een middenweg in zijn. Yes. Want je moet bepaalde dingen, kleine dingetjes, daar moet je die trots uithalen of die vreugde uithalen. Bijvoorbeeld, ik heb dat echt gemerkt met het trainen van de studenten of daar resultaat uitzien. Dat geeft mij heel veel. Maar omdat de cursus nog niet lekker loopt, of omdat we heel veel geld uitgeven om dat te laten lopen, maar het lukt niet, dat is weer falen. Mm-hmm. En dat is niet erg, maar dat moet ik wel kunnen uitzetten. Want als dat mij te veel gaat doen, dan durf ik niet meer verder te gaan. Dus daar is wel echt een balans in te vinden. Ik denk dus dat dat de nuance is, allereerst ook wederom waarom wij deze podcast nu doen, omdat er altijd van die toffe quotes zijn van de, ik luister niet naar het negatieve, ook niet naar het positieve, want ik vertrouw alleen op mezelf. Super toffe quote. Ja. Dus ik lees, denk je, oh, sick. Maar als je het eenmaal gaat uitrollen en echt eens er diep op ingaat, zijn er vet veel nuances die nooit gegeven worden. Nee. Maar wat jij bijvoorbeeld zegt, kijk, ik denk nog steeds dat het veel belangrijker is, als jij zegt van, oké, die cursus gaat niet lekker, ik voel me daar kut door, om in contact te staan met jouw emoties. Welke emotie ervaar ik nu? En dat je erop ingaat van, waarom ervaar ik die emotie op het moment dat ik ergens mee bezig ben waar ik wel mijn energie in stop, zodat je dat kan gaan begrijpen. Dus ik denk dat het niet is dat je dat niet mag voelen, want dan krijg je weer dat je het juist weg gaat stoppen. Ja. Dat je in contact moet komen met die emotie. En dat is fucking moeilijk. Ik kan dat ook nog niet. Ik heb nu wel zo'n ik denk het laatste jaar wel gewoon wat meer van, elke keer als ik faal, weet ik wel dat ik weer een stapje verder ben in de richting waar ik naartoe wil. Dus dat is wel iets van, oké, en dat is ook met leren. En dat geef ik dus ook als advies aan de studenten die ik train. Dus dat ga je ook internaliseren. Ja. Maar juist elke keer als je een fout maakt, betekent gewoon weer dat je een stap dichter bij het goede of bij het juiste bent. En dat is wel die kleine mindset wat jij inderdaad ook zegt. Hè, van dat duurt eventjes, of je moet dat realiseren of voelen. En dat je, als je dat kan omdraaien, dat elke keer nu ook, bijvoorbeeld met die volgende training, de OVA Challenge van One Film Away, bla bla bla. En ik vind het gewoon super tof om te zien, bijvoorbeeld, zij zeggen ook, soms moet je een website 9 keer opnieuw bouwen. Ja. Ik heb het 12 keer gedaan. Ik hoorde iemand die heeft een cursus gemaakt, was 8 maanden mee bezig, had er niks van verkocht, weet je wel. En dan denk ik ook van, ja, eigenlijk zijn mensen die het groot zijn, hebben gewoon meest gefaald. Dus ja, man, ben je gewoon zo vaak mogen te falen, weet je wel. Zo wel, van alleen die mindset. Ja, ik zeg altijd tegen mijn coaches altijd van,
Want dan hebben ze weer problemen met Facebook, vooral met dropshippers. Ja. Als een gast. Eén, je zegt dat je er niks aan kan doen. Daar geloof ik niet in. Want Facebook zit niet jou de hele tijd te nakken omdat ze jou niet moeten. Mm. Er zit altijd een reden achter. Dat we die redenen niet duidelijk hebben, oké, prima. Dat jij het aan mensen gaat vragen die er zelf ook geen verstand van hebben. Want het is leuk dat iedereen die dropshippen, maar niet iedereen is zo ervaren met precies Facebook, dat. Facebook-expert. Precies. Ja. Dus ik zeg altijd van eerst, ga eerst in de kern kijken, oké, waar ligt het probleem? Maar ook, zie je het als een mooi moment. Zie je het als een soort van gift. Want jij bent dadelijk iemand die over 5 jaar hard aan het knallen is, omdat je nu al alle struggles hebt die andere mensen niet hebben, die nu wel misschien nog tonnen omzet draaien. En dadelijk krijgen ze 1 flinke hit. Zijn ze klaar en dan werken ze weer bij de fucking appie. Ja. En jij bent nu nog gewoon aan het werken. Je bent nu misschien aan het strijden en aan het struggelen. Maar ook, al die dingen, als je niet opgeeft, gaat gewoon komen. Dat is een ding dat ik altijd in frustratie... Ik heb wel eens discussies gehad met mijn vriendin of met mijn ouders over... Er zijn er mensen van, ja, waarom ga je niet gewoon werken? Want je bent nu al meer dan 1 jaar bezig met iets. Het levert helemaal niet zoveel geld op. Weet je, ga gewoon werken. Dan kan je tenminste geld verdienen. Maar dan wordt... Ja, ik word dan altijd helemaal lijp. Ja, ja. Dan zeg ik van, ja, maar... Je moet juist nog meer waardering tonen om het feit dat ik ben al een fucking jaar bezig met iets dat me geen reet oplevert. Het is heel makkelijk om ergens heen te gaan naar een baan waar je gewoon weet dat je het geld krijgt. Ja, dat kan iedereen wel. Maar dat is ook een stukje mijn gekrenkte ego dan. Maar daar word ik dan boos om, omdat ik denk van ja, er is totaal geen waardering voor volledig falen met iets. Mm-hmm. Want dan zeggen mensen van ja, maar ga gewoon iets anders doen, want je ziet toch het werk niet. Maar ze zeggen, in mij is nooit gezegd van... Hey, wat sick dat jij al 1 jaar lang aan het falen bent. En dat je alsnog niet gestopt bent. Ja. Ja, mensen zijn verslaafd aan veiligheid, man. Ja, klopt. We lopen hier met mondkapjes om die niet werken. Ja. Prima, dat is goed. Ik bedoel, dat is prima, maar we zijn verslaafd aan veiligheid. Mm-hmm. Dus mensen die zien wat jij doet... Ja, hun zouden het zelf niet doen. Dus ze reflecteren hun onzekerheid op jou. Ja. En dat is wat iedereen altijd doet. Dus iemand tegen mij zegt... Ik heb zo 1 keer in de maand komt er een haters accountje die weer wat ligt te spammen op mijn account. Elke keer heeft er weer een nieuwe aangemaakt. Waarschijnlijk iemand die in hetzelfde dorp woont of 2 verder. En dan denk ik, doe iets wat hij niet durft te doen en dan gaat hij reflecteren naar mij toe. Ja. Oké, prima, deal with it. Ik ga gewoon lekker verder waar ik mee bezig ben. Ja. Ik snap de frustratie, want wij hebben het gevoel dat wij Napoleon zijn die de wereld ontdekt heeft. Ja. En dat is ook zo, dat meen ik oprecht. Maar we kunnen niemand overtuigen. We kunnen het alleen overtuigen door gewoon door blijven te gaan. Het voorbeeld gaan zijn. En daar ben ik bezig. Op een gegeven moment liep het bij mij... Ja, de meeste zou zeggen wel oké. Okay. Was toen ongeveer gemiddeld 5k of zo. Dus net een beetje in het begin. Maar voor iemand die net begint met coachen is het echt geen slecht iets. Nee. Alleen ik dacht, het was gewoon niet voorspelbaar. Dus wat had ik gedaan? Ik had al heel veel geld uitgegeven aan coaching. Op een gegeven moment had ik eigenlijk niks meer op mijn rekening. Ik had alles geïnvesteerd. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ben normaal iemand die uit enthousiasme alles vertelt. Want deze keer dacht ik, fuck it. Ik moet even silent killer zijn, weet je wat? Dus ik had een lening ergens geritseld. En ik had dat geld, dat was voor 25k, van coach betaald. Maar ik dacht, ja luister... En dat is mijn idiote. Ik zie dit gewoon, dat ga ik niet mensen aanraden. Maar dat is wel waarom moed zo belangrijk is voor mij. Die stap gemaakt. En niemand wist dat ik dat gedaan had. Dus ik was daarna, vallen bak natuurlijk gaan knallen. Ik dacht, fuck, nu moet ik wel. Anders heb ik helemaal niks. Ook dan gaat het lekker. Ja, dat ga je niet meer recht trekken. En op een gegeven moment, doordat we... Ik was niet meer in strijd met het bewijzen naar andere mensen toe. Maar gewoon naar mezelf toe. Creëer je zoveel vrijheid. En dat is iets wat ik echt heb moeten leren, omdat ik gewoon het enthousiasme, ik leg alles op tafel. Ja. Maar soms kan het gewoon tegengebruikt worden, want je bedoelt het met de beste intenties, die andere persoon ook. Maar dan gaan we het toch verdedigen. Want onze waarheid is het allerbelangrijkste dat we hebben. Ja. Snap je? En dan denk ik, hoezo gaat hij mijn waarheid aanvallen, terwijl ik het veel beter heb dan jou? Ja. Snap je? In mijn ogen. Want ik ben bezig met iets wat mijn passie is, of wat ik echt tof vind. En jij zit te struggelen op je werk, dat je het kut vindt en je bent blij als je weekend hebt. Ja, zeker. Snap je? Ja. En op het moment dat ik die switch maakte, van hey, oké, prima, jij hebt jouw leven, ik heb mijn leven, ik heb niks te bewijzen naar jou toe, en jij ook niet naar mij toe, op dat vlak. Hey, je kan ze vaak zeggen van, ik had al lang iets anders gedaan, prima, dat had jij gedaan. Maar ik ben jou niet, snap je? Ja. Ik ben niemand anders, ik ben uniek, jij bent uniek. En gewoon knallen.
En dat haalt zoveel stress bij je weg. Want uiteindelijk falen we altijd een keer, en 10 keer, en 100 keer, en 200 keer. En de ene langer dan de ander. Maar dat is vaak ook omdat we gewoon veel langer in ons hoofd zitten. Veel langer bewijsdrang hebben dan anderen. Ja. En waarom ik ook denk dat ex-militairen sneller resultaten hebben dan gemiddelde mensen. Omdat ze weten dat pijn nodig is om een resultaat te halen. Ja. En we hebben niks te bewijzen aan anderen. Alleen hetgene wat we zelf willen. Ja. Nice. Ja. Mooi zo. Tof. Hoe lang zijn we al bezig? Ja, enig idee. Volgens mij zijn we al... 10 uur. Nee, ik... Al ruim 1,5 uur. Ik denk dat... Je hebt het eigenlijk best wel mooi afgesloten ook. Ja, ik heb altijd nog een laatste vraag. Ik heb nog een paar vragen ook. Dus ik weet niet meer. Ja, dat ga ik zo snel. Ja, is goed. Ik ben ook wel benieuwd. Ik heb natuurlijk ook eventjes je training gekeken. Mm-hmm. En voor de mensen die zeggen van... Hey, luister wat jij doet. Ik vind het echt fucking interessant. Misschien ben ik nog niet daar om gelijk je training aan te nemen, maar je hebt wel verschillende fases in je tenminste verschillende fases. Je geeft een training, mm-hmm. Het bestaat uit verschillende onderdelen. En ik was benieuwd van, kan je de luisteraars wat meer uitleggen erover, zodat ze een beetje context hebben van, oké, zo ziet het dus van binnen, ja, een beetje zeker. Eruit, toch? Ja, zeker, man. Ja? Eigenlijk stap 1 is altijd eerst helderheid creëren, want de reden waarom we onszelf in de weg zitten is omdat er heel veel onduidelijkheid is. Dus helderheid creëren in jezelf. Dus wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Wat we het straks ook besproken hebben met die kernwaarden. Ja. Maar ook waar wil ik naartoe? En waarom wil ik daar naartoe? Ja. En al dat soort vragen. Op het moment dat dat helder is, dan gaan we kijken, oké, wat is jouw kracht? Wat is jouw persoonlijke kracht? En daar zelfvertrouwen op bouwen. Ja. En dat doen we door middel van habits en routines, maar die zijn wel gelinkt aan jou. Ja. Dat is niet, ik heb podcastje gekeken en... Of geluisterd en daar hoorde ik 4 uur op staan en ski. Nee, kijk wat jij graag wilt. Ja. Omdat je dan doet wat jij graag wilt, dus je zegt en je doet wat je doet. Dus dat matcht eigenlijk, dus ja, hetgene wat ik zeg, doe ik ook. Ja. Dus creëer zo erg zelfvertrouwen, ja, dan ga je in je persoonlijke kracht staan. Ja. En daarna ja, ga je dat doortrekken naar alles. Dus dan heb je bijvoorbeeld een habit-trackersysteempje en met plannen. Eigenlijk de hele basisstructuur. En dan is het eigenlijk heel doelgericht te werk gaan van... Hey, gewoon, dit is mijn doel. Daar wil ik dan zijn. Oké. Okay. Welke stappen moeten we gaan nemen? Wat is de eerste stap? Ga daar eens al in mee. Oké, okay, hoe ver ben je gekomen? Waar ben je tegenaan gelopen? En dan eigenlijk constant kijken. Kleine sprintjes maken richting het doel toe. En dan altijd reflecteren. Ik doe elke dag reflecteren van... Hey, wat heb ik gedaan? Welke 3 goede dingen? En welk punt van verbetering? Ja. Dus eerst helderheid creëren over jezelf en waar je naartoe wil. Dan uitvoeren. Ja, dan uitvoeren. Dus actie zetten. En dan dagelijks eigenlijk gewoon je woorden daar daden aan toevoegen. En dan dat eigenlijk opschalen ja, op alle vlakken. Maar ook in je business. En dan is het gewoon consistent doorpakken. Ja. En als je dan een keer een flinke klap krijgt van... Hey, relatie gaat uit, oké, prima, het voelt gewoon kut. We hebben even tijd om het te verwerken, want ja, het is niet van, oh, we gaan nu door en fuck dat. Nee, natuurlijk, laat het even op je afkomen. Ja. Maar daarna is het wel weer inzien van, hé, eigenlijk gaat alles wel goed, daar gaat iets minder, ga ik daarop focussen. Ja, inderdaad. En dan heb je eigenlijk een heel mooie fort voor jezelf gecreëerd. En dat is wie ik ben. Ja, ja en dan, dat is high performance, gewoon... Precies leven hoe jij wil leven. Dat is jouw framework, hè? Dat is wel mooi. En ik kwam een aantal dingen tegen en ik weet het dus niet. Ik zit heel erg met Russell Brunson. Mm-hmm. Heb jij het boek Expert Secrets gelezen en ook toegepast? Ja, ik heb wel toegepast. Alleen ja, ik weet niet of ik dat echt bewust heb toegepast of niet. Want... Nee, ik zag het wel terugkomen in je video. En je framework, namelijk ook wat je eigenlijk uitlegt, is heel erg gestructureerd. Hè? Van, het gaat veel dieper dan dit, hoor. Maar je zoveel helderheid, een doel inderdaad. Daarna ga je acties uitvoeren en dan ga je reflecteren. En dan begin je weer opnieuw. En dat, ik weet niet, ik vind dat gewoon heel erg mooi om te zien. Omdat dat nu elke dag in mijn hoofd zit. Ja, man. Dus ik vind dat leuk om die patronen terug te zien in een andere business. Dus ik ga het zeker als voorbeeld ook gewoon gebruiken. Om te kijken van, hoe doe jij het en hoe kan ik het toepassen en zo. 100% en ook, frameworks zijn het allerbelangrijkste. Ja. Okay, ik ben iemand, ik heb vrijheid nodig. Dus op het moment dat ik elke minuut ga plannen,
Dat gaat niet lukken. Daar heb ik autoriteit op mezelf gecreëerd. Ik hou niet zo van om naar andere mensen te luisteren. Dan zeker niet naar mezelf. Nee. Dus ja, dan ga je jezelf in een soort van kooi stoppen. Dus frameworks creëer je een soort van vrijheid om een bepaald pad te wandelen. En als je weet op een gegeven moment van oké, ik moet die punten elke keer aanhaken. Ja, dan creëer je eigenlijk een soort van systeem die altijd herhaalbaar is en toepasbaar is. Ja. En daarom kun je dan klanten eigenlijk altijd resultaten garanderen. Op het moment dat hun natuurlijk wel ook echt al in gaan. Kijk, als iemand niks doet, dan kan ik hem zoveel mogelijk gaan pushen. Maar dan gaat het natuurlijk niet werken. Nee, zeker weten. Dus dat is de pure man. Juist. Leuk man. Ja, dan heb ik eigenlijk nog twee laatste dingetjes. Ik heb altijd de laatste vraag, maar ik vind het... de laatste vraag. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Ja, dat is zeker een mooie vraag. Sowieso zie ik mezelf wel echt wel gegroeid als op online, op social media. Misschien wel een bekendere naam in Nederland of Europa. Waarom? Mij boeit het helemaal niet om influencer te zijn, maar ik zie zoveel influencers die alleen maar hun ego zitten te showen. En ik wil eigenlijk, dat heb ik echt sinds het begin altijd voor mezelf opgeschreven, ik wil influencers laten zien dat je een leider kan zijn die andere mensen een voorbeeld laat zien. Ja. In plaats van, kijk mij, ik heb die Lamborghini gekocht, kijk mij, hier koop ik cursus en shit, daar heb je niks aan. Mm-hmm. Je moet het gewoon leven, want achter die shiny stuff zit altijd bullshit. Ken je vaak Igor in Beuker? Wie? Igor Beuker? Nee. Is hier ook langs geweest, is denk ik wel leuk om te checken, is een beetje echt een... Het is heel succesvol geweest met ondernemen, echt tientallen miljoenen verdiend. Heeft het daarna allemaal in social startups gegooid, iets van 10 of 20 miljoen. Maar hij is hier geweest en hij is ook heel erg inderdaad het type van... Op social media loopt iedereen altijd allemaal dingen te verkondigen. Hij snijdt door alle bullshit heen. Hij zegt gewoon precies zoals hij het denkt en zo. Dus ik denk dat je hem wel... En hij is public speaker in Europa, doet dat. Ja, nice. Dus, ja, ik heb volgens mij wel een keer een filmpje voorbij zien komen. Kale gast met een baard. Jij over 20, 30 jaar. Juist, dat klikte bij mij wel. Ik ben eigenlijk voor no bullshit approach. Van what you see is what you get. Dus dat is eigenlijk de eerste. Dus meer publieke sprekers als influencer of hoe je het wil noemen. Ja. Maar vooral op het gebied van persoonlijk leiderschap en leiderschap op het algemeen. Tweede, ik zie wel echt de pure man uitgroeien naar een soort van filosofie. Als je kijkt naar stoïcisme, zie ik dat als een of andere manier, zie ik dat ergens als een filosofie en een manier van leven, waarbij dan maandelijks of kwartaal events door Europa worden gegeven waar alle gasten connecten met elkaar. Ik hou wel echt een beetje van die gentleman stijl. Een mooi pak, weet je wel, een sigaartje roken. Amsterdam vintage watches. Die stijl, weet je wel. En dat hoef je natuurlijk niet elke dag aan te doen. Maar juist op zo'n moment. En dan gewoon connecten met elkaar. Samen winst delen, weet je wel. En dan gewoon echt, niemand hoeft zich stoerder te doen dan dat hij is. En elkaar een beetje uitdagen op een mooie manier. Met een eigen locatie, denk ik, hier in Nederland of ergens anders. Waar dan echt een soort van performance center is. Ja. Met verschillende coaches. Omdat ik vind het gewoon zo belangrijk dat je op alle vlakken gewoon op het niveau zit dat je wil zitten. Dus als je dat kan leveren in één gebied. Ja, dat zou wel echt tof zijn. Net zoals UFC heeft met al die vechtcenters waar ze gewoon alles samen hebben, meetmateriaal en zo. Dat is echt het Valhalla van vechtsport. Ja, want bijvoorbeeld, ik heb het wel eens voor mezelf gevisualiseerd van aan de onderkant bijvoorbeeld een mooie loods en dan onderaan een dikke gym. Mm-hmm. Gewoon een performance center in de vorm van een gym. En boven gewoon coachingruimtes waar je van alles en nog wat kan geven. En dat dan elke keer als je voor een coachinggesprek hebt, dat je nog de gym in kan gaan of gewoon tussendoor. Ja, precies. Want ik ben wel iemand op het moment dat ik met mensen werk, dan zijn wel mensen die ook echt een hoge standaard willen hebben. Hmm. Om dan samen gewoon echt next level te gaan. Ik heb nog wel een andere vraag tussendoor. Hè? soms krijg je het gevoel dat als je high performance wil zijn, en dat je altijd productief moet zijn en dat je bijvoorbeeld door de weeks... heb ik altijd een beetje het gevoel van, door de week mag ik nooit chillen. Ja. Want ik moet aan het werk zijn. En als ik niet aan het werk ben en ik ben aan het chillen, dan is dat niet goed. En de laatste tijd ben ik ook een beetje dat van mezelf aan het afslaan. Want dan denk ik van, luister, op maandag, dinsdag en woensdag heb ik gewoon een avond doorgewerkt. Waarom mag ik voor mezelf niet op donderdag eventjes gewoon een paar uurtjes met mijn vrienden zijn, toch? Hoe ga jij daarmee om? Zeg je altijd van, ik wil 24/7, ben ik altijd bezig? Of
pak je zaterdag vrij, zondag vrij? Hoe ziet dat een beetje uit? Kan ik denk ik best een vraag terugstellen. Ja. Op het moment dat je een avondje met je vrienden bent, ben je dan niet high performance? Dat is een... Vooral de dagen daarna niet echt high performance. Ja, kijk. Dat kijk, een beetje, okay, ja, kijk, ja, dat, kijk ja. Daar zit natuurlijk wel wat in. Maar high performance is ook on point zijn met je relaties. Dus als je alleen maar hier zit te werken, waar zet je relaties dan? Ja. Niet op een high performance niveau. Kijk, op het moment dat je dan daar gaat en je wil niet zuipen en je zuipt je helemaal klem en de dag daarna ben je niks waard. Kijk, dat zijn natuurlijk andere verhalen. Mm-hmm. Maar als je denkt van, okay, ik ga ook tijd besteden aan mijn relatie omdat ik het belangrijk vind. Ik haal er heel veel energie uit. Mm-hmm. Ik ga er naartoe omdat ik het echt leuk vind, niet omdat ik mijn gezicht moet laten zien. Maar ik vind het ook belangrijk dat die business groeit. Dus dan ga ik misschien een biertje drinken omdat ik het gewoon lekker vind en daar gewoon ontspannen van word. Maar de dag daarna staken wel gewoon. Dus wel, ik weet niet of het een leger in gezegd is of gewoon algemeen zijn altijd s'avonds een vent, s'ochtends een vent. Maar dat principe wel, van oké, op het moment dat je die keuze maakt met intentie van ik ga daar zijn, hey, be all in with it, maar de dag daarna, be all in with it as well, toch? Dus dat is high performance in mijn ogen. High performance is niet elke dag 7 dagen in de week werken, de hele dag, want dan ben je gewoon, soms is het zeker nodig, maar dan ben je ook heel veel dingen aan het, neglecten, ik kom even niet in het Nederlands voor, maar verwaarlozen, die eigenlijk super belangrijk voor jou zijn. Voor lange termijn en zo. Want je kan nu, vrienden willen niet matchen zijn voor je geld. En van hen wil je niet, boeit niet of je veel geld verdient. Nee. Op het moment dat het hen wel boeit, dan kun je beter kappen. Ja. Snap je? Ja. Maar wat we vaak onze excuses vertellen, van als ik veel geld heb, dan heb ik dit en dat en dat. Nee, je kan alles nu al creëren. Oké. Maar spullen misschien niet, maar de rest wat je intern wil hebben, sterke relaties, daar heb je vaak geen geld voor nodig. Nee. Soms natuurlijk wel. Ik bedoel, ik heb ook wel eens coaching gekocht, puur om in het netwerk te zitten, om daar relaties op te bouwen. Maar dat is meer zakelijke strategie dan oprecht gewoon een connectie met iemand verbinden, zeg maar. Ja, precies. Dus eigenlijk ben je gewoon high performance bezig. Alleen het is even die klik voor jezelf maken van, als ik nu mezelf permissie geef om dit te doen, ben ik nog steeds high performance bezig. Ja. Hetzelfde met 's ochtends vroeg opstaan. Hey, de gemiddelde bij mij in mijn unit, die staan tussen 7:30 en 8:30 op. Dat is niet echt de high performance wake-up time van 4 of 5 of 6 uur. Ja. Nee. Ga opstaan wanneer dat voor jou het beste voelt, wanneer dat je het beste opstaat. En als je daarna langzaam wilt proberen om eerder op te staan, dan voelt het nog beter. Zo heb ik het namelijk zelf getest. Om 7 uur opstaan zou voor mij idealer zijn, maar ik voel ik me gewoon kut. Om 6 uur is perfect. Om 5 uur ben ik niks waard. Nee. Oké, prima. Heel lang testen. Perfect. Bij anderen is het 8 uur. Ja. Prima. Als je dan een shit geregeld krijgt en je hebt gewoon alles on point. Geen probleem. Is... En mensen denken, dan ben je niet high performance, want ik ben dat wel. Ja, op het moment dat mensen dat zeggen, zijn ze ego aan het voeden. Ja. Weet je, leef je eigen fucking leven. En als je dat al ingaat, dan ben je high performance bezig. Klopt. En... ja. Heb je nog momenten dat je bent dat je bijvoorbeeld een keer echt helemaal naar de ratten gaat? Dat je weet van... vaak zat dat ik een keer een weekendje dacht van het wordt weer eens tijd. Het is gezellig. Ja. Ik was toevallig afgelopen weekend. Was ik gewoon voor de eerste keer een hele lange tijd met mijn vrienden op terras. En ik dacht bij mezelf, ik ben nu op mijn gezondheid en let even droog trainen. Een beetje voor de zomer, maar ook... binnenkort in augustus ergens een video opnemen. Denk, wil ik wel even een goede shape zijn. Maar ik dacht, het is echt al half jaar of veel langer geleden dat ik echt met deze groep vrienden ben geweest. Ik zeg, bestel even een fles wijn. En dan zat ik daar alleen met een fles wijn. Maar ik heb gewoon genoten en ik vond het lekker. Ja. En de dag daarna stond ik gewoon. Ik ben daarna nog naar een feestje geweest van een vriendin van mijn vriendin. Top tijd gehad. De dag daarna was ik niet super scherp. Ja, prima. Daar heb ik wel ingecalculeerd. Ja. Dus ja, precies. Dat hoort er ook bij. Ik bedoel, kijk, als je helemaal niks hebt met feestjes en vindt het gewoon oprecht super kut, moet je het ook niet doen. Nee. Maar ik ben wel iemand, vrijheid is belangrijk. Ook gezelligheid met mensen vind ik echt belangrijk. En het is niet altijd zo diepgaand als misschien met heel veel ondernemers die heel veel met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. Ja. Prima, maar soms hebben we dat ook nodig om gewoon eens een keer even
op een andere manier te connecten. Om weer even lekker los te gaan. Ja. Even whatever. Even op te laden. Opladen met vrienden, inderdaad. Alleen maar ja. Poep, plas, kut. En ja, dus, ja, nee, maar, dus, ja, kijk, in het leger deden we niet anders. Ja. Dus het was prima om een keer weer even onzin te praten. Maar dat moet natuurlijk niet elke week zijn. Het ligt eraan natuurlijk wat je doelen zijn. Als je doelen gewoon gemiddeld zijn. Of gemiddeld. Je kan alles combineren, zou ik het zo zeggen. Of Voetbal International presenteren. Ja, dan, ja snap je. Perfecte ja, maar, oefening. Kijk, dat is prima. Maar op het moment dat je echt hele grote doelen hebt, een hele korte tijd. Ja, kijk, dan moet je wel compromis gaan sluiten. Ja. En dan kan het misschien niet. Nee. Maar ik denk, kijk, ik kan, als ik nu naar mijn business kijk, binnen 1-2 jaar, zeker een, ja, binnen een jaar na zeg maar zo'n 7-figure business of hoe je het noemt gaan. En ook nog makkelijk, natuurlijk niet, maar wel, ik weet precies wat ik moet doen. Het pad is zichtbaar. Zou zeggen. Het is super zichtbaar en ik hoef het alleen maar uit te voeren. Maar het is niet waar ik nu behoefte aan heb. Nee. Ik heb behoefte aan die vrijheid, vooral nu door corona, om even weer los te zijn. Dadelijk ga ik ook reizen met mijn vriendin. Want meer geld levert ook meer stress op. More money, more problems. Ja, want je hebt gewoon meer dingen waar je op moet gaan letten. Ja. Dus ja, dat ook, eigenlijk is high performance dat gewoon kijken van wat wil ik nu echt en daar gewoon naar leven. Ja. En daar constant gewoon kijken, oké, elke keer groeien natuurlijk weer een beetje. Mm-hmm. Ja, en dan stapje voor stapje. Precies, echt die balans constant op zich. Oké, ik heb een laatste vraag, dat is aan jou Koen. Ja, aan mij. Wat is het nummer 1 ding dat jij mee hebt genomen uit deze podcast? Ik ben benieuwd of je dat kan opnemen. Ik heb echt fucking veel dingen weer geleerd en dingen. Dus nu gooi ik jou gewoon voor het blok. Ik deel wel eerst van mij, dan kan je er even over nadenken. Ik weet het wel, man. Oh, oké. Okay. Kijk, ik was er vanochtend nog mee bezig, maar wat jij zei, moed. Mm-hmm. En met stoïcisme ben ik daar dus altijd gaan kijken, wat is precies moed, toch? Van oké, luister, op het moment dat jij bijvoorbeeld weet dat coaching je roeping is, fuck it, doe het gewoon. Maar wat jij, je neemt nog even level extra, bijvoorbeeld wat je zegt, bijvoorbeeld ik moest investeren in coaching om te zorgen dat het level up ging, maar dat kost wel heel veel geld. En met moed, nu zit ik ook een beetje te denken van, ik zit nu ook te sparen, hè, zakelijk te sparen. Ik denk van ja, er gebeurt niet echt iets mee. En zit geen, niet echt een flow in. En ik zit constant ook te denken van oké, wat gaan we daarmee doen? Maar is dat, twijfel ik nu en doe ik er niks mee omdat ik dus bang ben? En bang dat ik het straks kwijtraak, omdat ik het ergens in heb geïnvesteerd waar we dus misschien niet uit terugkijken. Krijgen en dan denk ik wel van oké, nu heb ik weer eventjes die moed nodig om te zeggen van oké, we hebben dit budget, wat gaan we mee doen? Want als het gewoon op de bankrekening blijft staan, dan heeft het geen zin. Dus dat is wel echt een insight, een mooie insight die ik meeneem. Zeker. Ja, dat is een hele mooie man. En ook als dan dat je kernwaarde is en je maakt die beslissing en je verliest het geld, op het moment dat je vanuit je kernwaarde die beslissing maakt, dan ga je er ook alles aan doen om dat weer recht te trekken. Ja. Maar op het moment dat je het vanuit angst doet, buiten jezelf eigenlijk, dan ga je nog schuldiger voelen en ga je het nog kunnen. Als je het vanuit je basis doet, die altijd hetzelfde is, moeilijke beslissingen komen altijd vanuit die basis. Ja. Oké, fuck, ik heb wel moed getoond, kut, ik heb het verneukt, prima, ik ga het nu oplossen. Ja. En ja, dat is echt, dat is een mooie insight, man. Thanks. Bij mij is het dat ik heb de laatste tijd heel erg gevoeld dat ik mentaal en emotioneel een beetje verdwaald ben. Mm-hmm. Dat ik echt even die stap wil nemen. Ik ben continu bezig met van, ja, wat ga ik nu doen? Welke onderneming, welke baan? Maar dat ik juist denk ik even moet gaan kijken van oké, wat zijn mijn kernwaardes? Hoe kom ik weer wat meer in contact tussen lichaam en geest? Echt even mezelf weer wat meer vinden. Omdat ik, net zoals jij ook zegt, dat je dan dat pad weer een stuk duidelijker wordt. Dus dat is voor mij echt hetgeen dat ik mee heb. Heb jij nog een insight waarvan je zegt? Ja, sowieso ook daar nog misschien een extra aan toevoegen. De antwoorden zitten al in jezelf. Van 100%. Je hebt alle resources die je nodig hebt om die keuze te maken, zit al in je. En vaak weten we precies wat het antwoord is, alleen zit daar een stukje angst tussen. Maar achter angst zit ook je grootsheid. Achter weerstand is eigenlijk leerstand. Dus die twee dingen, op het moment dat je weet van ik voel weerstand, betekent eigenlijk oké, hier moet ik even in gaan zitten. Mm-hmm. Op het moment dat je angst voelt, weet je van oké, op het moment dat ik die angst ga doorbreken, ga ik eigenlijk mijn grootheid ontdekken. Ja. En hoe vaker dat je dat doet, daarom is het uit de comfortzone komen zo belangrijk, omdat je dan eigenlijk denkt, oké, ik zit in een box, en ik denk dat die box of die cirkel zo groot is, en ik prik er doorheen, en in één keer wordt de cirkel weer groot. Ja. En elke keer, en dan op een gegeven moment denk je ook, want als ik nu zo praat,
2, 3, 4 jaar geleden was heel anders geweest dan nu. Ondanks dat ik in het leger zat, maar was ik nooit zo bekwaam met dit. Vorige week stond ik op het podium. Maar ja, luister, ik kan me alleen nog herinneren dat ik vroeger altijd super bang was om in een groepje te praten. Mm-hmm. En nu voelde het voor mij van, ja, fuck, dat is gewoon mijn leven. Ja. En daar ga ik all in mee. Maar daar kom ik alleen achter door actie te zetten, uitvoeren en kijken wat voel ik erbij. Oké, voelt het kut? Voelt het kut omdat ik bang ben of voelt het kut omdat het gewoon echt niks is? Want er zijn natuurlijk wel twee dingen. En dan daar constant reflectie en actie. Constant eigenlijk, ja, dan is eigenlijk de insight die ik daar misschien aan kan geven, reflectie, actie. En zo simpel mogelijk. Ja. Snap je? Dan, want dat doen mensen te weinig. Ze reflecteren te weinig. Of te veel dat ze dus te veel gaan overdenken. En vooral als je nu in een overdenkingsfase zit, betekent dat dus dat ergens wat vast zit. Mm-hmm. Energie zit vast en die gaat nu alleen maar naar je hoofd toe. Ja. Ja, en dan kun je alleen maar doen door die barrière heen te breken waar net wat angst zit of die prikkels. Ja, en dan kun je gewoon fucking hard gaan knallen. Man. Tof. Super. Heb jij nog vragen? Oh. Aan ons misschien? Of, Nee, eigenlijk alles wel duidelijk, man. Super, ja, best wel super tof. Ja, super tof in ieder geval dat ik. Ja, ik vond het echt een fucking vet gesprek. Ja, man. Heb je nog dingen voor de luisteraars waar ze je kunnen vinden? Dingen die je promoten? Ja, sowieso op Instagram. Juan.Wiegman. Er zal sowieso wel ergens mijn naam komen te staan, want het is Duits. Instagram, daar post ik heel veel dingen op. LinkedIn zit ik wel op, maar daar minstens en op Facebook. Maar voornamelijk Instagram is wel echt hetgene waar je me op kan bereiken, waar ik ook steeds meer content op ga posten. Mm-hmm. Ja, mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit gesprek, stuur me gerust een DM. Ik ga je niet gelijk dingen proberen te verkopen. Ik ben wel altijd van, hey, als ik ergens iemand snel mee kan helpen, wil ik altijd antwoorden geven. Ja. Dus dat is eigenlijk... Iets wat ik nog van de luisteraar, want ik was bezig met mijn performance tracker. Ja. En toen waren allemaal mensen die mij berichten gingen sturen van, mag ik die hebben? Toen zei ik van, nou, Roan komt over een tijdje op de podcast. Zou je die oude versie, wil je die met mensen delen? Of zeg Ja, die oude versie zeker. Ja? Oké, ja, dan, want mensen vroegen dat aan mij, maar dan kunnen ze dus jou een berichtje sturen. Yes. En dan zijn jullie gelijk in contact. Dus stuur Roan een berichtje, dan kan je ook je eigen habit. Ik heb die voor mij ook al een beetje weer aangepast op mijn dingen. Maar het is een goede basis om vanaf te trekken. Zeker vet. Ja. Ja, thanks. Wat je zelf ook zegt, we zullen je nog wel linken. Als mensen het nou niet kunnen vinden op Instagram, omdat, weet ik veel, Instagram raar, dus stuur ons dan gewoon een DM en dan sturen wij dat gewoon door. Verder is er nog één ding dat we zeggen aan het eind van de podcast. En dat is Fokgoeroes. Wij zijn lotgenoten. Tot volgende week. En ciao.